Test, test. Oh, jullie horen mij volgens mij heel hard. Horen jullie mij heel hard, jongens? Ah, ik denk van wel, ik denk van wel. Ai. Staat mijn... Oh, kut. Ik ben heel erg in de eiland nog. What the fuck? Even zien, waar ben ik? Oh, even dit uitdoen. Ja, toch? Horen jullie mij? Ja, te hard. Kut. Wacht, ik zet hem eerst wat zachter. Eerst wat zachter. Ja, toch? Hè? Alright. Ik heb mijn microfoon nu... goed staan, denk ik. Ik weet niet, jongens. Staat hij nu te zacht of was hij net beter, man? Alright. Oh mijn god, wow, schrok. Sorry jongens, sorry. Maar is dit nu beter voor jullie? Ga plukken, we horen je. Mike kraakt. Te zacht, goed. Te zacht, perfect. Ja, weet je wat? Ik heb een idee. Ik zet heel even mijn longfin even hier stil. Kut! Ik heb niet genoeg benzine. Oh mijn god. Oké, ik ga eerst varen. Mijn ben je hoelen en Pieter. Even zien, te zacht. Te hard, goed. Oké, weet je wat? Weet je wat we doen? Doe gewoon even zo. Ga ik ondertussen even mijn stream kijken. Oké, ik ga even jullie uitleggen waarom ik iets later ben. En ik moest sowieso Char even, hoe zeg je dat, wegbrengen naar huis. Die gaat even vandaag thuis slapen. Nou, dat is niet erg. Dat moet ze natuurlijk gewoon lekker doen. Het ding is alleen, ik heb ook nieuwe monitoren. En ik heb mijn PC-setup. Is dat een goede... Wacht, ik ga heel even vandaag thuis slapen. Nou, dat is niet erg. Dat moet ze natuurlijk gewoon lekker doen. Het ding is alleen, ik heb ook nieuwe monitoren. En ik heb mijn PC-setup... Zee, koop alles. Hij staat al goed, Oh, even zien. Hey Jamie, what's up, maatje? Hey Jamie, dit wordt een fucking donatie, bro. Met een 3 euro zegt, yo, bro, mijn test van de GGD is ook positief. Oh, nee, Jamie, bro. Ja, jij hebt het wel te pakken, bro. Ik hoop dat je er gewoon goed van... hoe zeg je dat? Dat het gewoon goed komt, bro. Gewoon rust nemen en dan... Ja, het lijkt me dat het wel goed komt, bro. Hey Jamie, beterschap gewenst sowieso, bro. Super, dankjewel voor de support, maatje. Oké, jongens. Gele flappen in mijn zak. Sorry, ik moest even zeggen. Hey, Piek met de 2 euro super. Yo, alles goed. Piek, met mij gaat alles fucking lekker. Ik ga denk ik... Oké, jongens, weet je wat doen? Ik ga mijn boot aanmeren bij de kleine haven. Want ik kan gewoon niet verder redden. Dat wordt hem gewoon niet. Mijn benzine is bijna op. Nee jongens, ik ga even een foto maken zo meteen. En dan laat ik die even zien aan jullie hoe mijn setup er nu uitziet. Het is naar mijn mening niet af. Het is een beetje... fuck, moet ik daarin? Nee, ik moet hierin volgens mij, of niet? Ja, gokje. De setup is wel nice. Alleen, hij is niet af. Ik heb het een beetje snel moeten aankloten, want een kabeltje van mijn nieuwe monitor, dat is een HDMI-kabel, die is te kort. Nee, dat is een... ik ga helemaal fout, of niet? Waar de fuck vaar ik heen? Ik moet veel... Oh, achterlijke zwiemel wat je bent, Dylan. Oh. Het is ook niet te geloven. Weet je wat ik doe? Even kijken, wat is het beste? Ik ga mijn boot even aanmeren vlakbij een garage, want waar de fuck vaar ik heen? Ja, dan ga ik even een jerrycan halen. Oh mijn god. Dit is ook weer zo slim voor mij. Oh, what the fuck, ouwe. Oké, ik moet heel even kijken. Ja, toch? Dan zet ik de boot gewoon hier neer. Oh, dat is wel perfect. Hey, ik word ook gebeld. Wie belt mij? Buikje, what's up, maat? Ewa, gangster. Oh, what you? Ewa, hoe is het dan? Goed job. Ja, lekker, man. Ja, hey, oh, blijft die boot staan? Ja, ik hoop het wel. Hey, waarom bel je, man? Ik denk dat je sowieso iets wilt vragen. Wat, hè? Ja, je belt mij, dus ik ben benieuwd. Ik luister. Ik heb het niet gezien, man. Heid? Ja, weet je wat het is, Buik? Ik moet eerst even een goede wasje draaien, man. Dan kan ik op zich wel even kijken wat ik kan doen. Wassen. Ja, man. Zal ik iemand voor je bellen? Ik heb al mensen, man. Dus dat wordt straks geregeld als het is. Dus, maar alsnog bedankt, trouwens. Als je gaat wassen, connect me, ja. Ja, is cool, bro. Is cool. Heid, man. Hey, rustig, maat. Yo. Alright, oké. Ik moet iets doen. Oh ja, ik moet heel even kijken. Wacht. Ja, die doet het. Of mijn microfoon wel de goede is. Want hij klinkt nice. Het is de goede, denk ik. Want mijn... ja, dat is heel erg lastig uitleggen. Oké, ik ga even een foto maken van de setup. Oké, ik heb even een fotootje gemaakt, let op. Mijn moeder stuurt een appje. Kijk, het is nu zo dat ik allebei mijn PC's op mijn bureau heb staan. Het ziet er alleen niet mooi uit, vind ik zelf. Dus het is puur een tijdelijke oplossing even, want mijn tweede PC, mijn stream PC, vangt zoveel stof op de grond. Ik werd er gewoon een beetje gek van. Ik vond het gewoon kut voor dat ding. Dat ding moet gewoon goed werken natuurlijk. Dus vandaar, maar even kijken. Een fotootje plaatsen nog. Van, ik moet nog zeggen dat ik live ben. Ik ben live. Maar hij moest even op mijn bureau staan. Want anders kon mijn kabeltje van mijn
nieuwe monitor is tekort. Dus dat is helemaal kloot. Ik heb twee 144 hertz monitoren die curved zijn. Waardoor ik zeg maar mijn twee buitenste monitoren een beetje... Je zit echt in zo'n koepel van monitoren. Ja, ik denk dat jullie een beetje begrijpen wat ik bedoel. Maar dat effect is wel dik, man. En ik had hele oude BenQ monitoren als secondary monitoren. Ze deden het gewoon nog steeds. Alleen het is meer van... Ze hadden 60 hertz. Het was niet zo heel soepel. Ze waren oud. Dus ik dacht van... Laat gewoon even een upgradeje gooien. Daarnaast heb ik even kijken... Ik moet heel veel linkje plaatsen, jongens, in de story. Ik ben live. Helemaal top, jongen. Ha, wat leuk. Ja, klaar. Heb ik ook een tweede draadloze muis gekocht. Het enige kut is... Ze zijn precies dezelfde. Dus... Ik weet nu niet meer welke van wie is. Is dit een nieuwe? Ja, oké. Okay. Dit is voor mijn tweede PC en deze voor mijn main PC. Dus ik heb ook een nieuwe muis erbij. Draadloos, want ik had de hele tijd een draadje nog. Daar ben ik gewoon een beetje gek van. Dus ja, man. Daar was ik de hele tijd mee bezig. Maar ik heb dus heel mijn setten moeten omgooien. Helemaal moeten schoonmaken. Allemaal gezeik. Moet even gebeuren natuurlijk. Maar dan hebben we dat in ieder geval wel gedaan. Vandaag eiland. Moet nog eventjes kijken. Maar ik zie wel... Ik heb mijn camera wat meer naar links gedaan. Holy shit. Ik weet niet, je ziet meer een soort vibe of zo in de background van mijn kamer. Het ziet er wel apart uit, man. Alright, let's go. Jongens, we gaan vandaag wel hopelijk even wit wassen. Ik moet even kijken. Is Daan in de stad of... want... Even kijken. Ilias zou het voor mij... Ik heb Ilias trouwens verkeerd gespeld. Ja, hij is niet in de stad. Dan ga ik even kijken of Daan er is, bro. Ook niet. Broer, wat... Oh, hij is in gesprek. Oké, Daan is er wel. Oh, dat zou heel nice zijn. Ja, ik wil... we hadden gezegd... De eerste persoon waar we bij wilden wassen was Daan. Hij was gisteren niet in de stad, dus we wilden we bij Narcos gaan doen. En Ilias kon het ook niet doen. Dus ja, dan denk ik nu meer van wie als eerste het kan doen, zou heel chill zijn. Ah, ik bel hem even. Yo, heb je tijd nu of ben je druk? Anders, ik ben twee tellen bezig, bel je zo, ja? Ja, is helemaal top, jongen. Yo, yo. Ja, bij Daan is het altijd zo van, yo, heeft hij wel tijd? Hij is offie gang, je weet toch, straks zit hij in een shootout. Dus die wil ik niet te veel storen met bellen. Alright, here, let's go, man. What's up? Oh, dikke outfit, boy. Oeh, die ziet er wel gevaarlijk uit. Zien, deze nemen we mee. Hoppa. Zo, enge scheis, man. What the fuck? Oké. Okay. We gaan even een jerrycan halen. We moeten even onze longfin goed neerzetten, man. Alrighty. Zo. Oh, ja, jongens. Ik moet jullie even iets zeggen. Ik heb gisteren voor de grap, let op dit. Ik had 17k gepint. En ik ging de hele tijd met 100 euro inleg. Even zien, benzinestation. Op groen. Weet je wel, continu kijken van, oké, okay, zit er... wanneer ga ik hem voelen? Wanneer ga ik hem voelen? Oh, mijn game hangt vast. Ja, oké, okay, we gaan weer door. Ik zat de hele tijd... want eerst deden we altijd natuurlijk op stream. Gingen we continu met 1000 inleg op groen. En toen pakten we hem niet. Hadden we alsnog weer 50k verspeeld. Nu doe ik het met 100 euro steeds. En als ik hem voel, zet ik genoeg in. Ik heb ook... ja, ik ga wel eerlijk bij je zeggen dat ik een paar keer ook natuurlijk met... Ik heb met 2,5 ingezet. Dat ik ook met 2000 ook wel eens niet heb gespind, weet je wel. Maar ik ben gisteren maar 17k kwijtgeraakt. En ik heb op, volgens mij... holy shit! Hey Omar, wat's up, maatje? Oeh, even zien. Ik zit even na te denken. Balenciaga's op dubbele G. Ik heb op 2000... Hoeveel geld pak je dan met 2000 inleg? 35k. 70k gewonnen. Ik heb 17k verspild, maar ik heb 70k teruggekregen. Dus vandaar dat we op 230.000 euro zitten. Holy shit, wat chill. Hey. Holy shit, boys. Morgen. Ik heb eten nodig. Ja, nou, ik denk ook een gordel. Shit, hè? Oh, hij zat op gordel. Waarom tank ik eigenlijk mijn auto als ik een... Ik zat helemaal mee in mijn hoofd dat ik mijn boot moet tanken. En ik tank mijn auto in plaats van mijn boot. What the fuck ben ik aan het doen, gast? Oké, okay, lekker, Dylan. Oh, ja. Zo, trouwens, deze SQ7 blijft... Oh, een hersenloze. Gadverdamme, ik heb geen zakjes. Denk ik. Nee. Ik heb geen zakjes. Wel een mes. Haha. Hey, even zien. Omar met een 480 cent donatie, bro. Omar, je bent de top donator van de stream, maatje. En hij zegt, yo bro, ben ik ook weer. Hey, Omar, super dood dat je er weer bij bent, maatje. Gast, super dankjewel voor die dono ook weer. Absurd, man. Gast, ik wil je gewoon sowieso bedanken, Omar, voor alle support, bro. Jij doneert zo vaak gewoon. Ja, ik wil je gewoon echt elke donatie super erg voor bedanken, man. Insane, man. Super ziek. Je bent zelf een zak. Hey, Westie, wacht even. Westie. Ik had weer Jeff in mijn hoofd. Westie, bro. Wil je niet zo fucking ongemeen doen? Ongemeen? Ja, toch. Ja, toch. Skip dat wat ik daar zei. De ongemeen, wat de fuck slaat dat nou weer op? Right. Oké, okay. Even zien. Dan moet even de SQ7 weg. Tieven. Zo, een hele vrachtwagen eruit. Nou, mensen zijn hier denk ik aan het overlaaien. Ik zie ook een 6x6. On the top. Bob, dikke drift. Right, zetten we de SQ7 weg. Dan gaan we even lekker tanken. Even die longfin volgieten. Ja, man. Sorry, ik ben een beetje druk. Ik zeg je wel eerlijk.
Dit is heel apart, maar ik wil het wel even zeggen gewoon. Want ja, dat is gewoon helemaal top. Ah, die is helemaal de weg kwijt. Ja, man, San. What the fuck? Waarom kan ik hier niet lopen? Kijk dit. Oh, net wel. Oh, hier. Dat stopt. Oké, zie je. Ik sport weer elke dag. En jongens, ik ga niet liegen. Ik merk zo erg dat ik daar een positieve vibe van overhoud. Dat ik gewoon... Het is nu al wat later dan normaal natuurlijk dat we streamen. Maar gewoon dat ik in de avond ook gewoon weer energie heb. En een goede vibe of zo, man. Ai, nou, ik dacht dat het werkte. Dus ik ben gewoon weer blij dat de gyms weer open zijn, man. Voor mij is dat een heel erg... belangrijk iets, omdat ik natuurlijk elke dag, ja, ik moet achter mijn pc zitten om te werken. Het is mijn werk eigenlijk. Ja, het klinkt, het is nog steeds bizar geworden dat YouTube en vooral gamen mijn werk is. Ja, het staat nergens op. Waarom de fuck kan ik deze boot niet tanken? What the fuck is dit nou, bro? Ik moet even volgieten. Waarom werkt dat nou niet? Oh, nu wel. Right, ik ga buikjes zijn app even zo kijken, man. Let's go. Ja, man. Dus ik ben blij dat het weer werkt, man. Ik merk dat er een soort stress dingetje, frustratie wegvalt als ik weer sport, man. Ik bedoel, YouTube is niet altijd heel... Het ziet er altijd best wel simpel en chill uit. Ik bedoel, je gaat gamen, je krijgt af en toe wat donaties, je doet gewoon lekker je ding. Maar achter de schermen kost het wel veel energie en moeite. En je bent er continu mee bezig, elke dag. Vandaar. Ik weet niet, man. Sport is gewoon chill, man. Ik ben blij dat het weer kan. Ik mis dat heel erg. Meneer, 10.000 calorieën voor jullie. Ja, die komt binnenkort. Het nummer trouwens komt ook binnenkort, jongens. Hey, Robert Gras. What's up, maatje? Hey. Balenciaga's of dubbele G. Hey, HGB killer. Robert. Ook sowieso een shout-out naar jou, bro. Voor al de donatie. Je bent ook lijp, man. Met een 5 euro donatie met Vies. Hij moest gewoon weer even wat meer doneren. Waardoor hij nu op de top donator plek staat. En hij zegt, yo, ik ben er ook weer bij in mijn VR. Robert, wat bedoel je met VR? In mijn VR. Bro, oké, wacht. Ik ben er weer bij in mijn VR. VR, ik zit even na te denken. Wat houdt VR in? Robert, bro, alsjeblieft, kan je helpen? Ik snap er niks van, bro. Maar gast, sowieso, je bent er weer bij, gast. En dat is prima. Dus welkom bij de stream. Je snapt het. We zijn er weer bij. Ja, toch. Dono nummer, jongens, heet Einde van de Rit van Doughboy. Maar binnenkort gaan de nieuwe nummers... komen. Ik zat al een beetje rond te kijken, maar ik kon nog niet echt een goed nummer vinden, man. Zee, koop alles leeg. Rit met een leek, lange caché. Ja, toch? Balenciaga's of dubbele G. Hey, Mo! Wacht even, ik moet hier de bocht nemen, of niet? Ja, toch. Hey, Mo met de drieën zegt, Games Real, zie jij heeft carddealer geopend in Sandy. Voor de rest goed, Nederlands soldaten. Kan je me wel even je Insta checken? Heb namelijk een foto gestuurd. De naam van de Insta... Geloof me, je gaat lachen. Hey Mo, ik ga het zeker even naar de stream checken, bro. Ja, ik ben nu even bezig, helaas. Kan ik nu niet even snel doen. Maar bro, Mo, ik ga het even checken, man, naar de stream. Ik ben nou wel benieuwd, want hij... iets grappigs. Het is of een kut meme over mij, of over Zia. Eén van die twee voel ik gewoon. Hey, maar Mo, shout-out naar jou voor de 3 euro, bro. What's up, maat? What's up? Ai, nou, weet je wat heel dom is, jongens? Ik heb geen fucking auto hier staan. Ik heb mijn boot hier wel weggezet. Meneer. Hallo? Ja, was er? Yo, zou je misschien mij een lift kunnen geven naar een garage? Ja hoor. Ah, het is helemaal top, maat. Let's go. In mijn zak with the waar test. Waar ik zet wel even Mark John. Deze dicht. Kijk, is deze lekker dichtbij. Hey, Piek met de 2 en je bent de beste YouTuber met een hartje. Hey, Piek, shout-out naar jou voor de fucking complimentje, broer. What's up? En thanks voor de 2 euro superchat, maatje. What's up, boys? Hey, vergeet niet te abonneren, man. Als je nog nieuw bent, gooi die knop in. Als die knop nog rood is, het is gratis om te doneren, broer. We gaan naar die 260k toe. Insane, boys. Het gaat echt snel. Holy fuck. Hele wat flappe. Ga je doen? Sorry? Wat ga je een beetje doen? Ik weet niet, man. Geld verdienen. Een beetje werk hier en daar. Ik wil ook dadelijk naar werk gaan. Aight. Lekker eens even mijn autootje pakken, man. Even rond de cruise. Ja, buikje. Ik ga zo meteen even buikje. Ik ga eerst even mijn waggie pakken, man. Dan ga ik even mijn app checken. Kom, mee. Ik wil een beetje de stad verkennen. Ja, sorry, bro. Ik werk alleen, man. Het spijt me. Het is niet dat ik niet wil, hoor, maar het is meer... Hier toch? Ja, dat is helemaal top, broer. Hé, hey, succes verder, man. Thanks voor de lift, trouwens. Kut. Yo, mazzel. Hij wel aardige guy. Oh, what the fuck? Ik doe weer een helm eraf, lol. Hele flappen in mijn zak with the Tesla. Mix die rode zon met blok. Oh, ik kan hier er gewoon uit, natuurlijk. Ha, tof, man. Oh, we kunnen de daily doen. Oh, morgen, hè. Weet je wat wij even gaan doen, jongens? We gaan even die Lucky Wheel ticket... Ik zeg eerlijk, daar schetsten we bijna een fucking paal. Holy fucking shit. Even zien, buikje. Oeh, wacht eens even. Oh, ik hoorde dat de locaties waren op land. Het nog handig om een longvin te halen. I don't know. Man. Heb zelf
allebei. Longfin. Long. Ah, Finn is nog steeds chill. Aangezien vaste landloka's worden gepakt door Coffee Gangs. Ja, man, vaste. Oké. Huh? Is goed. Hij, denk ik. Even zien. Daan, daan. Stuur even appje. Als je klaar bent. Gaat over witwas. Namelijk. Ja, maar fuck man. We moeten die 6 ton gewoon zien wit te wassen, broer. Ik zweer, bro. Het is zoveel geld, jongen, wat we hebben. Ik moet dat hebben, bro. Dat is 100. Net geen 160k pp. Oeh, nice. Daan stuurt me een appje helemaal top. Is goed, maat. Hi. Let me know als je tijd. Hey man, 160.000 euro per. Ik word gebeld. Rosia, what's up? Hewa. Yo. Yo, alles rustig? Ja man, met mij. Lekker man. Ja man, met mij ook. Ja, toch, bro, zoek je toevallig een auto? Kijk, het is niet dat ik het niet wil, maar het is meer, ik heb het nu niet echt nodig, man. Ik wil eerst even, je weet toch? Paf, knal. Dat soort dingetjes. Ja toch. Ja toch. Als je, bro, als je niks doet, dan kom even langs, man. Ik heb veel auto's. Broer, jij bent in fucking Sandy, of niet? In het dingetje. Ja, daar staat jouw ding, Sandy. Toch? Ja. Is niet ver, bro. Is niet ver. Ik moet vliegtuig pakken voor die, man. Mee. Of moet ik anders in Paletto staan? Wat wil je? Dat is nog erger, ja. Nee, daarom. Ja, als ik tijd heb, kan ik wel even langskomen, maat. Ik hoor dat ik een gratis auto. Voor reclame. Bro, ik hoorde even de chiffrie man. Oh. Ik krijg een gratis auto, hoorde ik. Voor reclame. Toch? Nee. Geen MK7'tje of zo. Die is net weg. Aina, ik voelde die al, man. Ja, als ik gratis MK7'tje, dan ga ik wel even op dit even zeggen dat jullie daar zitten. Nee, broer, grap, als je boarding hebt en je komt langs, is genoeg promotie al. Broer, jij bent erg vriend. Niemand gaat langskomen totdat ik geen auto... Als ik een auto krijg, ik stuur iedereen naar je ding toe. Grap eerst jullie. Komen. Oh, dan wat eerst komen, vriend. Oh, mag ik uitzoeken? Als je een geetje hebt staan. G-Wagon? Ja? Dan neem ik die gelijk even gratis mee. Dan maak ik even een reclame op Twitter. Hey Robert, wat's up? Wacht, ik krijg een donatie hoor. Wat zei je? Oh. Ja, dan hoor ik je wat. Geen G-Wagons. Shit, man. Ik heb wel een X7, ouwe. Een X7? Dus als ik die kan krijgen... Hoeveel? Ja, bro. Krijgen, kom op. Grapje, bro. Ik loop te kutten, vriend. Nee, tuurlijk niet. Ik verwacht wel even... Nee, gaan. Ja, nee. Ik kan wel even een keer langskomen. Als ik gewoon zo'n auto had, zo'n MK7, bro. Misschien kon ik wat regelen. Oh, maar... ik zweer. Als jij die een hebt, ik zweer. Ik maak promotie voor jou. Broer, is investering, hè? Marketing. Investeer in influencers. Marketing. Reclame. Ja, toch. Nee, als je er een hebt... locatie als je wil, kom maar langs. Is goed, jongen. Yo. Ik ga stuk, loop de kloot, jongen. Hey, Robert, met een 5 euro donatie met Visa. Oh my god. Virtual reality. Bro, ben je met zo'n bril mijn stream aan het kijken? Dat is wel gek, man. Holy shit. Hey, Robert, denk maar de 5 euro donatie, broer. Ik weet al waar het is. Weet je wat we even gaan doen, jongens? Kijk, het ding is... Daan moet mij even connecten... voor die witwas. En ondertussen ga ik gewoon even lekker door met verkopen, man. We hebben nog namelijk typisch veel zakjes. En als we dat ondertussen een beetje kunnen verkopen... hebben we meer zwart geld, hoe meer geld we er eigenlijk aan verdienen. Dus ik denk dat we gewoon even snelle Jelle even een verkoopsessie moeten gaan gooien. En dan hoop ik dat we zo een appje, belletje of wat dan ook van Daan krijgen. Van, yo, ik kom langs en je krijgt geld, vriend. Want dat zou heel top zijn. Ja, broer, we hebben gewoon 6 ton fucking zwart geld, bro. Oh ja, daily. Oh, ha, thanks voor het zeggen, jongens. Eit, top. Even zien. Het zou zo dik zijn als we nu die Lucky Wheel ticket pakken. 5k. Oh, ik ga niet liegen. Ik had stiekem hoop ook op die 5k, broer. Oh, wat nice. Ik ga gelijk naar de bank. Hé, dit is gewoon beter dan die 12,50 sowieso, maat. 5k, ik zeg je eerlijk... Die vind ik chill. Dit was een goede delen, man. 5k of Lucky Wheel ticket, hoor je mij niet klagen. Zo, nice, broer. Dat is gewoon netjes, man. Dat is ook veel, hoor. Ja, ik heb steeds meer geldbesef in TDA, man. Eerst deed ik natuurlijk 5k. Oh, wat is 5k, broer? Ik gok er toch weer in 1 seconde weg. Maar nu ik minder gok, jongens, het is zo chill.
Gewoon om de 5000'tjes, de 1000'tjes allemaal lekker te houden, man. Je moet gewoon echt, als je leert sparen in TDA, je gaat zoveel meer succes hebben met geld en auto's kunnen kopen en zo. Zeg, is stress. Ik heb me wel zin in Nederland weer, alleen moet even een Maverick kopen. Oh. Ja, man. Als je die weg doet, zit je goed. Qua money. Ja, broer, dus zo'n heli, een milli of zo? Ik heb geen idee. Met de kwijt. Oh, dit rijden. Ik ga stuk. Zeg les. Oh, dat is wel hard, man. Oei. Ja, ik vind zie je hartstikke aardig guy. Maar als we er een autootje voor kunnen krijgen, dan ga ik hem wel even een promotietje gooien. Ik weet niet wat deze RS6 aan het kijken is. Vieze vuile boomkikker. Ja, toch? Right. We blerren hem even naar huis, jongens. We gaan even zakjes pakken. Let's go. Crazy. Ja, ik zeg je eerlijk. Kijk, ik zit gewoon chill met dingen, man. Die 6x6 hebben we. De SQ7 helemaal fully. Er kan gewoon niks meer op deze auto. Alles zit erop. Panzer zelfs. Hele chille 4-persoons daily driver, vind ik. Ik weet niet. Het is gewoon... De looks zijn dik. Het is handig, want er kunnen 4 personen in. Panzer, dus hij gaat niet zo snel kapot. Het is gewoon een chille, relaxte worry, toch? Oh, maar zo'n RS6-220 is ook wel heerlijk om weer een keertje te hebben, man. Weet je wat? Volgens mij zit hier gewoon een fucking zakjes in, of niet? Oh, nee. Reparatiekit. Mansory SVR'tje wat even langs boekt, jongen. Heerlijke auto, jongens. Morgen, mannen. Hallo. Ja, toch. Hey, let's go, man. Right, okay. Er zitten meer kruimels op mijn muismat. Zo. Ja, ik heb gestof, zeg maar. Alsnog zitten er een paar kruimels op hier en daar. Helemaal top. Ja, toch. Casino. Ik weet niet, man, boys. Ik weet niet. Cassie is, 100. Lekker bezig. Ja, als Buik even die heli kan verkopen, koopt hij ook een dolfje. Dan kunnen we even knallen op eiland of zo een keer. Dat is wel lachen, man. Ik zie Buikje ook gewoon lekker rippen op eiland, man. Switchblade leggen we even terug voor de zekerheid. Ik weet niet, ik vind het gewoon kut om te verkopen met een mes of een wapen op zak, man. Want dan, oh ja, ik heb gisteren even op eiland, heb ik een Yoshimite verkocht. Ik had er gewoon niet, oh, dat heb ik volgens mij op stream gedaan, of niet? Nee, dat heb ik niet op stream gedaan. Op Mellus stream, dat was het. Wat wou ik nou zeggen? Ja, ik doe er gewoon nog 10 bij. Ik had een Yoshimite verkocht en ik zag daar gewoon 11 zakjes wiet liggen. Nou, bro, ik kon het gewoon even snel jelle meenemen, toch? Ik hoef het ook niet in mijn boot te doen, ik kon het gewoon op zak meenemen. Nou, toch weer, wat is dat? Wat is wiet? 2k of zo, zwart? Nou, het is toch weer 2k, toch? Zo, dat is mijn PC, jongens. Het loopt ook weer soepel, jongen. Een RS6 wel fokken. Hella. Broer, nice waggy, maat. Holy shit. Jij kent me niet meer, hè? Nee, man. Jij mij wel, zo te horen. Bro, ik ben oud, jongen. Wat? Wacht even. Ik ben Wout, jongen. Ik heb jou niet... Ben jij Wout? Hé, broer, jij bent kleine 2 jaar ouder geworden of zo. Zo klink je echt, man. Wacht, jij stond net ook bij, bij dat haventje, of niet? Ja, ik was even nieuwe waggie aanpakken. Ja, broer, die vest die je om heeft is Koulo gangster. Holy shit. Ja, leek, man, Wout. Wat ik zit hier al een half uur te wachten of zo. Oh, op wie dan? Ik wacht hier wel. Hij komt hier sowieso op jou. Oh. Wacht, hé, broer. Ik ga jou even mijn contacten doen, man. Als je een nummertje even boven je hoofd doet. Wat? Dit is Wout, had ik echt niet gehoord. Right. Gekke koek, Wout. Ja, dit is grappig, hè. Hé, hey, ik weet niet wat sap. Welkom bij de stream. Alright, als je een paar keer kan doen zometeen. Helemaal top. Even kijken. Ik ga even een appje sturen. Even zien. De W. Ik heb zoveel contacten. Niet te geloven. W. Als het Wout ook weer helemaal hier. Bro, ik weet niet. Uit niets ben ik fucking rijk geworden. Ik heb gewoon RS6 en SQ7 gehad. Wow, dit? Shit, gaat goed dan, broer. Maar jij... Jij bent, ken je die spel in je hoofd? Call of Duty Ghost? Ja. Zo zie je er echt uit, man. Zo hard, gast. Die outfit is kolen lijp, broer. Wat nice, man. Wat zit er in die RS6 dan? Turbo, man. Geen voorremmen erbij. Nee, dat is wel man. Nice, man. Losse velgjes eronder. Ik dacht, ik doe gewoon turbo en dan kijk ik wel. Oh, je hebt een stok. Heb je hem uit de car dealer gehaald, of? Nee. Ik heb 2000 voor 175 gehaald. En dan heb ik er gewoon turbo op gezet. Toen heb ik stop every cat gehaald. Heb ik die pis? Ja, dat was zo. Ik heb echt geen idee, die pissen van Buikje zo lang geleden. Hé, hey, Wout, ik ga even... Hé, hey, Wout, snap je? Dat is ook een naam. Ah, oké, dat was zo niet gewoon. Ah, wel beter. Maar, ik ga even verkopen, man. Even verderop. Je weet toch? Zwart geld. Ja, is goed.
Dus als ik je hulp nodig heb of iets, dan app ik je wel, man. Of bel ik je. Ja, sowieso is goed. Ah, is goed, man. Hé, ik spreek je, maat. Yo. Heel rustig. Dik, man. Wout heeft gewoon een SK7'tje en een 6 shooter. Ja, man. Gekke shit mee gedaan. Ja, ik heb die gun wel gebruikt, maar ik weet niet meer wat ik met die gun heb gedaan. Ja, ik heb hem verloren, maar in wat? Ik weet het niet meer, man. Ik heb hem verloren, ja. Ik zit ook even na te denken door wat het ook weer was. Ik weet het echt niet meer, want die pistool van Buikje is echt... Dan praat je echt over een paar maanden geleden, man. Politie had hem. Oh, ik weet het weer. 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 Ik ga het ook appen. Ja, man. Ik weet het weer. Hey, verder, what's up? Verder met de drill. Daarna is yo lekker bezig. Heb alleen corona, dus beetje kut. Hey, verder, bro. Ook jij, gast. Beterschap gewenst van mij, man. Ja, het is gewoon kut, man. Kijk, je kan er een mening over hebben, over dat virus, maar je kan het nog steeds krijgen en het is gewoon fucked up. Je kan er ziek van worden of erger natuurlijk. Dus verder, ik hoop gewoon dat je snel beter wordt, maatje. En super dope voor de support van de 3 euro op de stream, maat. En ik hoop dat je een beetje kan genieten van de stream, bro. Super dankjewel verder voor de 3 euro, man. Ik weet het alweer. Ik zat met Mello in de RS6. En toen kregen we een G-Wagon op onze motorkap. Ja, toen vol gecrashed en de politie had ons volgepakt toen. Ja, dat weet ik nog wel. Gadver, man. Dat was echt... Dat was een zure appel, zeg maar. Een hele vieze ook, jongen. Oh, ik kan er nog... Het zit, nu ik erover terugdenk, kan het zit nog steeds niet lekker of zo, man. We hebben gewoon die... Die pistool kwijt zijn geraakt door een crash. Dat is zo ruk, man. Want dan kan je... Je kan niet na die crash, zeg maar... Uit die auto sprinten en iedereen lopen lekker te schieten, zeg maar. Oh, nee, ik mag niet die Z-spier gebruiken. Ik vergeet dat altijd, man. Oh, ik ga even zo. Oh, ik zie geen fucking hersenlozen, broer. Ja, maar dat wordt lastig, man. Hersenlozen vinden rond dit tijdstip is fucked up. Ik krijg gewoon nieuwe. Ah, oh, nee, man. Kan je mijn lift kiepen? Hoeft niet. Hoeft niet, joh. Kan je mijn lift kiepen? Waar moet je heen, bro? Ik moet even kijken, volgens mij, naar... volgens mij? Ik zal wel een lift zeggen, dat is hier in de buurt. Oh, jij? Ja, als het hier dichtbij is, dan wil ik best wel een lift geven. Okay, voor 10.000 euro. Grapje, natuurlijk niet. Even kijken, is moet je daarheen? Nee, als je diegene die ik... Nee, je fuck them. Oh, ik wil zeggen, want dat is om de hoek. Ik denk al, what the fuck? Hey, dus Anko, wat's up? Ik heb jou net ook al een lift gegeven. Bro, oh my god, ga je... Oh ja, ik zie het aan je jas, huh? Ik dacht dat je net een zwarte jas aan had. Hé, broer, zo geef ik gewoon die lift terug, maat. Lekker, man. Ja, toch. Ik ga stuk. Hoi, yo, besef, die timing, gast. Waar heb je je motor neergezet dan? Ja, ik ben net dood gegaan. Dus oh, een beetje... oh, dat is wel zuur. Ai, ai, ai. Ja. Nee, joh, dan geef ik gewoon een lift terug, joh. Shit, man. Deze guy is gewoon overleden. Oh, ik zag net op tijd. Oh, huh? What the fuck? Oh. Wanneer gaat het? Shit, man. Op mijn netverlies ging je weer terug of zo. What the fuck? Die was heel raar. Ah, geen lampje of iets? Nee, nee. Ai, top, man. Ai, rustig. What the fuck? Dat zag er heel raar uit. Nee, dat is toevallig dat ik weer tegenkom. Ja, man, what the fuck? Ja, broer, opeens kom ik deze guy weer tegen, ga stuk. Kijk eens. Hey, dankjewel, hè. Hey, alsjeblieft, maat. Hey, doe voorzichtig, man. Jij ook. Yo, mazzel. What the fuck? Wat een timing ook, joh, dat ik die guy weer tegenkom. SSG, what the fuck was... Holy shit, opeens een dikke flashbang of zo? Bro, verkoop die SK7. Bro. Op dit moment niet, bro. Sorry, man. Ah, is goed. Hey, thanks, man. Ah, rustig, maat. What the fuck? Hey, Wout. Hey, Wout. Ga je verkopen bij Lombek? Bank. Ja, toch. Gadverdamme. Ja, er is niemand bij Lombek, man. Omdat iedereen hem... Oké. Oké, ik ga heel veel zetspier kijken. Oké, dat is gewoon puur omdat... Ja, mag je het nou wel gebruiken of niet? Want het is, ja, het is wel een indirecte power gaming. Of ben ik nou gek? Ja, hè? Nee, jawel. Wel, denk ik. Want, maar hoe moet je... Ja, heel veel mensen doen ook nep, weet je. Dat is kut. Ja, toch. Even gaat het zeggen. Oeh. Ja, toch. Ai, top. Oh. Geen stress, zwa. Geen stress, zwa. Als ik je zeg, hou ik maar mijn woord. Lof. Bro. Zorg. Jij maar eerst. Daar is het. Chill. Zit. Nee, maat, ik was even appen, man. Sorry.
Oh, wat dan? Nee, geen stress, bro. Hey, ik ga weer loesten, man. Yo. What the fuck? Is er iets? Handjes! Nee, spouwgame. Ja, oké. Okay. Oké, dan weet ik dat ook. Nee, oké. Okay. Ja, ik gebruik het... Ja, het is meer dat ik het niet wil gebruiken, maar automatisch. Daar moet ik echt mee stoppen, man. Dus, ja, die hersenloze, ja, sommige mensen doen zich voor als hersenloze of zo. Dan wil je af en toe gewoon op die Z-speed lopen. Je weet wel. Na MK7, trofie. Hé, hey, dat is fout. Hé, hey, ik zo. Waarom de fuck zegt de hele tijd, hé? Hey. Ga ik het doen, is de vraag. Ewa, gewoon even kijken, Billy, joh. Geen stress, broer. Let's go. Right. 1900 kijkers, mensen. Welkom met het stream, man. What's up, man? Er staan twee fucking waggies voor de deur. Je gaat me niet vertellen dat er niemand hier is. Dat kan gewoon niet. Maar ik zie niemand, dus ik gok hem er wel op. Ai, na, afgewezen. Ja, even opdonderen. Zo, dan kan ik aan die andere vrouw verkopen. Had een gezien? Huidige dodenzin? Wat? Afgewezen. Oké, Loesu. Balenciaga is op dubbelig. Ja, broer, waarom word ik 3 keer afgewezen, broer? Ik zit even te checken. Is dat een Wout? Wacht, hij rijdt heel verdacht namelijk. Even zien, wat is het? Wat is het? Wat is het? Oké, is geen Wout. Ik moest even... Dat is een Brabus, hè? Ah, ik ga nog 1 keer kopen. Ik schrok, broer, van die Eina, BMW, 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 ai. Hing, hing, hing. Ga van het... Schotrad. Geen DC, geen DC. The fuck? Wees allemaal BMW's hier, ik weet niet, man. Aparte scheis, broer. Zo! What the... Oh, Wout, gaat het? Gaat het, bro? Oh, meneer de AMB. Doe je nog. Wout, ben je er nog? Oh, jongens, ik probeer naar links te gaan, omdat ik hier niet kon remmen. Oh, zet mijn auto even weg. En meneer de AMB. Oh, ik zet hem even weg, hoor. Hup. What the fuck? Eens wordt Wout aangereden. Hé, hey, die chick komt naar buiten. Ja, 3. En elkaar twee keer. Gaat hij nou serieus naar mij lopen? Yes, hello, ze dacht mij aan gek. Hé, hey, kom even hier, kom even hier. Kom. Ja, ja, ja. Oh, was een Wout. Ha, let's go, kid. Broer, dit is fucking mooi. Auto open voor de zekerheid. Ha, what the fuck? Die hersenloze rent hier naar mij gewoon toe, joh. Hier, 2 zakken mef, vriend. Haha, ja toch, ja toch. Lekker Wout voor de afleiding. Broer, dit is perfect, man. What the fuck? Oh, god. Ik nou niet. Oha, waarom gaat die Brabus opeens daar neerzetten? What the fuck is hier gaande, broer? What the fuck, gast? Oh, nou, what the fuck? Broer, dit is toch perfect, jongen? Oh, oh, oh. Jongens, ik zie 2000 kijkers, jongens. Als we nu iedereen... Wie of waar je het ook op kijkt, op telefoon, televisie, waar dan ook... Op die like-knop klik, kunnen we gewoon die 1000 likes gewoon halen. 100% boys, dus vergeet niet te liken, man. Kom op, man, boys. En ben je nieuw, vergeet niet zeker te abonneren. We gaan naar die 206k subs toe, jongens. What's up, man? Oké, ga voor de zekerheid weg. Ik vertrouw er geen shit van. Hij is sowieso shout-out naar Wout. Hij heeft mijn back, jongens. Dan kunnen wij gewoon lekker doorverkopen. Yet, zo. Uit, uit, uit. Hey, je moeder is een geit. Oké, stop. Yet, zo. Alright. Ja, kut is, man. Ah, het is niet zo heet, zeg maar, met hersenloze. Hoe zeg je dat? Die weg gaan uit de stad. Want iedereen komt nu meer in de stad. Waardoor een beetje lastig wordt. Maar daar moet even reageren, man. Ik ga sowieso chill zitten, bro. Ai. Is het Gucci? Oké. Buikje gaat op de grindings, man. Oha. Brabusjes. Deze guy zit al de hele tijd achter me aan. Dit, hoe oud ben je mentaal? 15. Is dat raar? Kut, dat is maar 5 jaar jonger. Kut. Nee, man. Hé, hey, Westie, wil je niet zo... God. Domme verboos doen, hè? Vieze vuile. Word je sponsor? Er staat een linkje in de beschrijving, bro. Die kan je indrukken, maar check het wel even na. Het is 5 euro per maand. En als het goed is, ik weet het dus niet zeker, kan je... betaal je niet continu door. Dus je moet zelf steeds die... Ik zie daar een hersenloze, 100%. Hé, dit is die guy! Of hij doet alsof. Nee, hij hoest ook. Dit is perfect. Kijk, als die doorloopt... Ja, dit is een hersenloze. Kom. Dit is de fucking guy die... Nee, hij gaat terug. Holy shit. Dit is de guy die ik net letterlijk een lift heb gegeven toen straks. What the fuck doet deze guy? Gadver, man.
Die guy die ik een lift heb gegeven, die, die wijst me gewoon nu af. Wat een minder fijn persoon, man. Ah, let's go, yalla. Ja, toch. Dit maakt niet uit hoor. Hij is goed, man, mensen. Die shout-out naar jou. Of nee, toch niet? Grapje wel. Maar Char, Char is thuis, jongens. Heb je daily al gedaan? Ja, man. Ik heb 5 kop eruit gekregen, man. Dat is wel relaxed. Relax. Zullen we op groen inzetten, is de vraag. Zullen we dat gewoon even doen, jongens? Fuck it. Allright, we gaan gewoon even een pauze tussendoor, man. Ik moet gewoon even die appje afwachten van Daan, man. Dat hij kan witwassen. Ondertussen moeten we gewoon geld verdienen. Dus een beetje zakjes verkopen. Ik krijg... Hey, Char. Hey, lekker ding. Hey. Hey. Oh, what the fuck? Die waar ben je? Ik ben bij begraafplaats. Ik ga even naar Cassie. Waar ben jij dan? Bij gemeentehuis daar. Oeh, gemeentehuis. Zal ik jij even ophalen? Ja, is goed. Allright, is goed. Dan ja, ik ben echt binnen een minuut of zo. Oké. Oké, okay, tot zo. Tot zo. Doei, doei. Shari! Got the ferry. Oh. My little poot. Really got the ferry. Allright, gaan we Shari ophalen. Jetzog! Ja, man. Ja, bro, besef als... als ze die witwassijs hebben gedaan, hè. Wow, what the fuck? Wat is dit? Hé, broer, flikker op, man. Ik zie geen shit, broer. Gast, wat de... What the fuck? Ik zie geen shit. Wat? Wat? Oké, ziek. Schat, ik ga heel even even achtje doen. Ik weet niet wat ik allemaal zie hier, maar dat is heel raar. Oké, ga jij maar vast in de auto zitten. Kom ik zo terug. Ik ga heel even rejoinen, man. Even knipperen. Ja, man. What the fuck? Dat is niet normaal, gast. Ik denk al, what the fuck zit ik nou tegen te kijken, man? Let's go, man. Dit nummer is zo leuk, hè, jongens. Fuck my money, man. King 50 cent, maar ze fuck my money, man. Real bad girl, yes, she showed confidence. Maar ik laat geen sporen... Weet je wat ik als dono stukje wil hebben? Dat is dit stukje, man. Wacht. Ik weet niet, ik vind dat wel hard denken voor een dono. Maar ik weet nog niet zeker. Dus ik ben een beetje aan het rondkijken, man. Even reportjes bezig blijven. Ja, man, what the fuck? Dat is heel raar, man. Hoeveel RTX heb je? Ik heb 280, man. Trio. Dus Super Gaming Trio heet dat ding. Ik had hem gekocht voor 800 euro zitten in mijn PC. Hij is nu 1500 waard. What the fuck? Vriend van mij kent diegene die die beat heeft gemaakt van 50 cent. Wel dik nummer. Hey, Sam, nice, man. Ja, dat is wel een goede beat. AstraZeneca. Het is fucking warm, broer. En ik zit hier in mijn trui. Dat is niet. Pui. Ik kan niet rappen, jongens. Ik kan niet rappen. Alright, trio deel. Ja. Is goed met jou, is goed. Nee, zo heet dat ding serieus. Super Gaming Trio. Doe dat even niet, AMB. Ha, die krantartikel. Ik ga stuk, broer. Oh, paupermooi. Nee, toch. Ah, nu zit het weg. Hey. Hey, ik ben er weer. Alright, het is gefixt. Helemaal top. Zo, wat een mooie dame in die auto hier, hé. Hey, Gamer Levy, wat's up, maatje? Balenciaga is goed. Len met de 300 daar zegt, lekker bezig gaat ze door. Hey Len, shout out jou voor die 3 euro, bro. Super dankjewel voor de support, maatje. Gamer Levy 8 met een 300 daar. Hij zegt, ga zo door. Hey Levy, ook shout out jou voor de fucking support, bro. Ja, ik ga van Cassie, schat. Als ik, ja, ondertussen moet ik ook even schatjes. Ja, man, zakjes verkopen. Nou, ik ben een beetje aan het rondappen voor die witwas shit, maar... Oh, yo, iedereen neemt even de tijd of zo om dat nog niet te doen of zo. Ik geen shit van. Nou, dat moet ik maar even op wachten. Ja, dat is wel ingetand. Maar ja. Oh, dat is een boot. Ah, die staat af. Mooi. Ja, ik ga even snel jellen. Gewoon een kleine Cassie-sessie. Je weet toch? Cassis. Ah, is niet grappig. What the fuck, een kutopmerking weer. Oh, oh, oh. Ga je ook weer inzetten dan? Dikke scooter, vriend. Holy shit. Nou, ik heb 8k op mijn bank. Ik heb 4k op mijn bank. Dus, Jij moet even die 160k krijgen van die witwas. Maar dat... Ja. Nee. Misschien niet heel erg op. Nee, hoor. Oh. Ja, dat komt straks wel goed, denk ik. Hey, Menno, what's up, maatje? Hey, Ducky, what's up, bro? Welkom bij de stream, maat. Zeneca. Ga die gun halen. 100%, broer. Geloof mij, als wij een goede stack op de fucking rekening hebben, dat wij een wapen gaan halen, ben je even flikker op, man.
Welke nummer is dat van Dono? Einde van de rit, man. Van Doughboy. Koop alles leeg, drip met een leek, plangen kaché. Ja toch! Balenciaga's of dubbele G. Hey, Cobra met de drie zegt, hey Dennis, ik ben helaas banner. Geband, bedoel je. Geband van TDA, perm zelfs, en kan geen unban krijgen. Ik heb al er €300 aan gedoneerd en nu ben ik geband. Maar ja, dan, maar jouw streams kijken, jouw streams maken me echt blij. Hey Cobra, shout-out aan jou, maar dit is niet de... Oh, ik dacht dat hij is boos. Is dit dan Menno? Men, no, ben jij nou ook nog geband? Ja, hè? Kut, sorry. Hey Cobra, denk wel voor de €3 maatje. Ja, het is gewoon kloten, man. De regels zijn gewoon duidelijk natuurlijk. Je moet ze gewoon volgen. Het is gewoon, ja, het is, ja, de regels zijn er niet voor niets natuurlijk, dus vandaar, man. Ja. Alright, ik ga gewoon de eerste twee spins doe ik altijd twee kop. Gewoon omdat ik het bijgeloofje heb of zo. Ja. Men is al tijden gewend. Ja, man. Fuck dat, man. Fuck dat, broeder. Helemaal fuck dat, broeder. Rajatza. Kom, nog eens een keer. Ik wil ook gokken. Ik geef je zo wel wat. Nee, dat hoeft toch niet. Lekker gokken. Hey, gokken. Dit wordt hem! Hoi! Nou, ik had het geloofd. Ik heb een RSS voor €300 gekocht en verkocht hem voor 190k. Wacht, heb jij een RSS? Wat de fuck? Ik niet, man. Ik heb 18 jaar, man. Wacht, dus je hebt een 300... Wat? Ja, hij is niet zo slim, man. Ai, na, man. En nu gaan we de hele tijd op 100 in. Hey, Dean. Hou je bek, Swa. Oh, my. Wat voel je daarbij? Haha, hou je bek, Swa. Nu gaan we de hele tijd op 100 en dan gaan we, als we meneer hem aanvoelen, gaan we op 2k op groen inzetten. Let's go, man. Dan verlies je de hele tijd maar €100, dat is echt niks. Oh mijn god. Dien, rood of zwart? Ik ga gewoon een tijdje door, man, totdat we hem aanvoelen, jongens. Let's go. Jullie moeten meehelpen in de chat, jongens. Als jullie zeggen, dit wordt hem, gaan we die 2,5 of zo erop zetten, man. Oké, dit wordt hem ook niet. Top. Het is nu alleen maar goed dat hij er niet op komt, zodat we echt zo'n vibe creëren van dit wordt hem. Ja, toch. Wanneer komt de fit dat je ankle ript? Moeten we nog opnemen, bro. Het is gewoon heel druk, man. We moeten naar... Nee, wordt hem ook niet. Top. Ja, ik weet het is een beetje... We moeten gewoon... veel mensen moeten tegelijk kunnen, zeg maar. Dat is het ding. De heren zijn er om gebroken te worden. Pers, ik ga stuk, bro. Nee. Hij wordt hem nog niet, man. Hij wordt hem nog niet. Dit kan nog serieus worden. Nee, ook niet. Oké, rood. Oké, echt kijken. Nee, oké, patroon is er ook niet. Shit, man. Ik denk dat we echt een hele tijd... Ik scan zelf altijd van 15.000. Als er hier 15 staat... Hij ging de slow-mo overheen. Dat kan hem wel zijn, man. Hij heeft er gewoon 1 keer 2 dan. Fuck it. Puur omdat hij de slow-mo overheen gaat. Waarschijnlijk gaat hij hem toch niet opkomen, maar het was gewoon een bijgeloofje. We moeten een soort van doel stellen met dit... Stel, hij gaat... Nu doen we nog 7 keer met 100. Dat we daarna... Ah, nou, oké, jammer. Oké, zie je, dat was gewoon een prankie. Ah, nou. Oké, we doen weer 100. We doen weer 100. Af en toe doen we gewoon een 2,5. Als we hem pakken, zitten we chill. Dus gewoon rustig gokken. Maar als we hem pakken, jongens, zal chill zijn, broer. We moeten gewoon heel erg soort van... Tuurlijk... Wow, ik had bijna geloofd dat hij hierop kwam. Tuurlijk is het nog steeds random of hij erop komt, ja of nee. Maar als we soms... Af en toe een keer 2,5 durven erop te zetten. En we pakken hem. Gaan we binnen, broer. Want kijk, we verliezen nu de hele tijd maar 100, weet je wel. Dat is echt niks. Dus dat is gewoon chill. Mag Sharp app. Nee, ik ga zo meteen even naar deze spin even de app kijken. Ja, ik weet niet, man, wanneer hij erop gaat komen. Ik denk nog niet. Ik denk nog lang niet. Ik denk dat we eerst nog 5 spins moeten doen, man. Hij komt erop. Oh, nee. Oh. Dit is hem. Dit is weer zo'n momentje dat je denkt... Oké, nu gaan we hem erop zetten. 2,5, jongens. Gewoon omdat hij... De close in de buurt ging, man. Er is een patroon. Ja, ja. Hey, zien jullie een tafel? Dit kan hem niet worden. Ik ook niet, man. Ja, wacht, heel even mijn app kijken. Wat had Char gezegd? Even zien, oh. Even, oh. Emmetje, ja toch. Ik wacht buiten. Is goed, man. Ja, kut. Ik ben nog wel even bezig. Shit. Uiteindelijk met je eens, jongen. 100. Ja, het is wel even zuur als we met 100 pakken, natuurlijk. Maar ja, boeien. Uiteindelijk verliezen we maar ja, niet zo heel veel, natuurlijk. Het kom op, broer. Gunnen, fucking broeder, maat. We hebben het elkaar verloren. Dit wordt hem niet. Ik kon het niet mij geven. Oké, toch? Ja, wanneer gaan we in godsnaam gokken dat hij erop komt, jongens? Ik weet niet. Ik denk dat hij op 12k. Als deze gewoon op 12k precies zitten, dat we gewoon rustige 5k erop moeten gooien. Of hij komt er nu op. Ja, hij komt er nu niet op. Stel, we pakken hem met 5 ruggen, broer. Oh, man.
Dat zou heel gangster zijn, broer. Wat zou ik wat de fuck zijn met 50 kills? Dat wordt het, jongens, ik weet het niet, man. Dit kan wel worden. Ik heb iets te halen. Wat? Dichtbij, broer, dichtbij. Dat wordt hem weer, dat wordt hem weer. 2,5. Ah, 5k, broer. Iemand er wel een smetje bij. Wat zei je? Gewoon rennen, man. Ja, oké. Maar ik ben wel te zwaar, mijn broer. Dus als je nog voor 1k nee, wordt hem niet. Te snel. Volle zak, alles. Oh! Nee, man, lijkt het een beetje... Twee keer in de buurt, twee keer in de buurt. Dit wordt hem, dit wordt hem. Het lijkt alsof je een beetje poep op je shirt hebt. Nee, man, dat is zwaar, man. Oh, ja, toch. Afgeveegd. Nee, wordt hem niet. Kut! Ik had het gevoel. Nee, ik had het gevoel. Ik had echt het gevoel dat hij daarop kwam. Ah, nu even rusten met honderdjes, jongens. Oké, ik ga even mijn trui uit. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Daar gaat hij. Ik ging op die leuning zitten. Oh, Windows-toets. Shit, even die Windows-blok-toets aanzetten. Kut, man. Waarom? Kijk, jongens, ik zeg je eerlijk. Ik ga gewoon even... We gaan hem pakken. We gaan hem 100% pakken. Wacht, ik ga even Char appen. Schat, ik ben alleen, denk nog wel een beetje bezig. Right, oké, okay, fuck. We gaan weer bijpinnen, jongens. Dit gaan we doen. Fuck it, broer. Dit komt goed, man. Dit komt goed. We verliezen... We gaan even rustige 10k erbij pinnen. Ik wil één keer namelijk met die fucking 5k winnen. Dat zou zo dik zijn. We zetten de hele tijd nu maar met 100 euro in, hoor, jongens. Dus we verliezen echt geen shit. Hij kwam wel weer in de buurt, man. Hij kwam in de buurt, hij kwam in de buurt. Kleine 1000 op groen. Ik voel hem niet heel erg, maar wel een beetje, man. Oh. Ik wilde eigenlijk 5k doen, maar iets in mij zegt dat hij die net niet op gaat komen. Ja, zie je? Ja, toch. Ik had de vibe. Alles een brood. Duur me 100. Ga wit was. Ja, ik wil het liefst dat iemand dat snel gaat doen, maar het lukt gewoon niet. Mensen hebben de druk. Zo ga je hier een tijdje bezig zijn. Ja, ik ga even lekker 5k op groen winnen zo. Let maar op. Nee, ik wil mijn geld terug. Oh, no. Ik weet echt niet wanneer we het moeten doen, jongens. Wat vind je nu waar ik op moet zetten dan? Groen of zwart? Ja, groen. Nou, Groen, yeah? Rood. Groen. Ik ga wel. Doei. Is goed, schat. Kom maar zo. Ja, dan gaan we even naar de zo meteen. Gadverman. Ga wit was bij Alba. Nee, dat wordt hem niet. Ja, hij gaat een hele poster niet opkomen, jongens. Ze dus moet gewoon even doorspinnen, maar als we hem voelen. Ja, of hij gaat gewoon rennen met 100 euro erop. Dat kan natuurlijk ook. Dat is de gok die we nemen. Maar ja. Beter dat dan omdat we continu heel veel verliezen, natuurlijk. 5k groen of niet? Ik wil die 5k op groen winnen. Dat is het doel, man. 5k groen, broer. Ik heb nu 3 dagen. Er wordt gebeld. Kut, het kan belangrijk zijn. Godverdomme. Wacht, kom. Spin door. Hij komt er toch niet op. Spin door, kom snel. Ja, kom. Ja, toch. Slap. Ik ga spijt krijgen van jou, hè? Dat besef je wel. Ewa! Johan, oké, wat ga je doen? Ewa! Ik kan nog vragen, hebben we nog iets liggen thuis of niet? Als in, hoe bedoel je? Die flaffers. Nee man, ik heb geen shit meer. Alleen wat minder heftige dingen. Oh ja, gewoon mesjes en zo. Ja man. Maar binnenkort ga ik even eentje halen, man. Ik moet even wasje draaien, dan zie ik wel sterk namelijk. Zo, lekker man. Ja, dat is, ik moet mijn Maverick gewoon verkopen. Mm-hmm. Nou, lekker snel long fan. Dan koop ik even een goede eilandvoeten, vul ik die hele shit. Yeah. Ja? Broer, dan had ik wel een mooie lap gouden pistoltje voor je. Broer, hou jezelf man. Jij hebt toch ook ding nodig? Broer, als ik haal, haal ik voor mezelf. Dat is geen Shit. Heid man, ja, ik vind het helemaal goed, broer. Heid man. Geen stress, we gaan samen weer lekker. Ja man, even weer herschoppen man, is dat. Je krijgt nog te goed van je namelijk. Die herrenschop in de stad, dat ik die nog te goed krijg van jou. Oh ja, broer, die krijg je sowieso te goed. Ai, man. Komt goed, joh. Gaat is goed, jongen. Maaien. Ja, toch. Ai. Ik zie je zo. Ai, het is goed, maat. Yo. Lijp, man. Oh, waarom krijg ik maar geen fucking appjes, jongens? Het is heel kut. Ik wil gewoon even witwassen, broer. Ik ga vaker met jou in de casino. 1-1-1. What the fuck? Dit is heel random. Hij komt hier. We hebben al tijd gespinnen, broer. Nou zet je 2 kalfs voor weer. Dit gewoon doen, jongens.
2,5. Wil je 2k op zwart? Oké, okay, we gaan kijken. Ah, het is zo random, dit kan hem worden. Luister, gap, jij bent echt een talloze. Hij komt zo in de buurt. Hij komt zo in de buurt. Alweer gewonnen, man. Ja, hij is gegroeid. Hey, Alba, jongen, wat zat, maatje. Hey, gast, welkom bij de stream, broer. Ja, daarom, we gaan toch geld pakken. Nee, jammer. Fuck, man. Shit, broer. Oh. Oké, okay, we gaan weer even met 100. We gaan hem wel pakken, broer. Hey, Alba, hoe is het dan met jou, jongen? Ja, iedereen zegt dat ik bij jou moet witwassen, man. Ja, niemand reageert meer op mijn appjes. Ik heb 6 ton liggen wat gewassen moet worden, man. Aina. Ik wist het. 100 euro win je. Ah. Kolo, ik weet niet hoe. Oh, ik ben hier loose, bro. Ik wist dat. Je hebt wel gekke. Ik wist dat hij ergens daar ging komen, man. Oh, dat is precies het trouwens. Gadver, man. Ja, dit is zonde. Dit is jammer. Dan win je met 100 euro inleg. Ik had gewoon door moeten gaan. Helaas. Oh. Jammer weer. Ja, Alba. Maar ik. Ja, hé. Jij bent niet in de stad nu, denk ik, man. Gadverdamme, man. Rip. Ja, dat is rippies. Dat was maar een 3,5. Nou, kut. Nou, we hebben. Kijk. Ondanks dat we gewoon wel. Hè? We hebben natuurlijk wat vergokt. Het is 15k wat we kwijt zijn geraakt, man. Dus. Vroeger raakten we meer kwijt. Laten we daarop houden, man. Ja, man. Mannen zijn op tonnen tegenwoordig. Broer Alba, bro. Geloof mij, man. We zijn. We kruipen uit die kleine spijlerrol, hè? Je weet toch? Alleen ja, ik weet niet of ik bij jou. Wacht, weet je wat? Ik ga jou gewoon een appje sturen. Haha, wat dacht je daarvan? Wacht, dan moet ik jou even hier denken. Yo, maat. Doe jij toevallig een flesje draaien? Ja toch? Oh. Ah, als Albert nu Hey, bro. Yo, man. Yo, ik heb echt geld nodig, man, voor mijn moeder. Voor wat? Voor mijn moeder, man. Ze ligt in het ziekenhuis. Shit, man. Dat is wel kut. 50 euro of zo. 50 euro? Ja, of 20, dat maakt het zo een klein beetje. Ik heb wel een klein beetje, man. Ja, maakt het zo hoeveel het is, dat het maar iets is, man. Kijk eens, maat. Oh, dankjewel, man. Alsjeblieft, maat. Dankjewel. Yo. Oh, hey, what the fuck? Ik heb blijkbaar die 2 ruggen die ik zwart geld had gewoon vergokt ook. Oh, shit, what the fuck? Oh, nou ja, oké. Okay. Nou, dan hebben we toch. Oké. Ja, toch. Alrighty. Morgen, wat doet deze guy dan? Ik ga even Char bellen. Een heel lekker ding, waar ben je? Appa. Oh, er rijdt blijna mijn McLaren tegen me. Ben jij motel? Of nee, motel. Appa, dus. Oké, dan kom ik daar ook aan, oké? Okay? Oké, tot zo. Jojo. Holy shit. Ik bot ook overal tegenaan. Wow, alright. Char is er ook, dan gaan we even komen, man. Ja, ik moet gewoon even iemand hebben die 6 ton wit was, broer. Dan kunnen we even een wapen kopen. Ja, of buikje regelt ervoor. Dus nu zit ik te twijfelen. Maar die kerel is weer gek, jongen. Hij gaat me toch niet weer een gratis gun geven, broer. Ik zeg het ook tegen hem. Hou gewoon lekker zelf. Jij hebt het ook nodig. Ja, deze guy is gek, jongen. Maar ja, als hij hier een kan regelen. Dan kunnen we wel even wat meer geld bewaren voor andere dingetjes. Of we doen als. Ja, nee, dat vind ik kut. Ah, dat kan wel. Ah, ik zie wel. Of een reservegun erbij kopen. Dat kan ook. Jetto. Hij staat ook 3 keer. Wil van binnen. Bye. Lekker rennen. Even zien. Ai, ja, man. Fok. Vlakte is actief geweest. Maar ik ben natuurlijk te laat in de stad. Ai, nou. Ah, skip vlakte, broer. Pakken. Ja, dat vlakte is al één chaos, jongen. 8:30 is dat altijd actief. Heb je 6x6 nog? Jazeker! Heb ik die nog? Nee, even zien. Heb ik wel die zakjes op zak? Oh, ik heb ze nog op zak. 10 coke. Nou, dan pakken we die meften of die wieten gewoon allemaal bij. Kan mij het schelen. Dat levert toch niet zoveel op. Nou, hebben we tenminste nog weer wat extra erbij. Dat wel. Komt dan Beretta, die is accurater. Ja, klopt. Maar kijk, ik weet dus niet. Ik wil, ik vind het altijd zo kut om het aan te nemen, broer. Als buikje een gun kan regelen, tuurlijk neem ik het aan met gewoon alle liefde, natuurlijk. Hey, Char. Hey, gaan we in één auto?
Als jij met één auto wil, ik vind het prima. Is goed, dan ren ik bijna even naar Eclipse. Is goed, rijden we achter je aan. Oké, tot zo. Ah, TFV'tje. Ai, niet! Leuk! Leuk, lekker. Koop shotgun. Dat is lijp, man, hè, shotty. Oh. Ja, man. Nou, die witwas hebben sowieso geld, man. Dan zitten we op 3, bijna 4 ton, broer. 4 ton. Ganu, 310 of zo. Clippy erbij, 320. Ah, zo netjes, toch? 320. Hebben we nog gewoon een shit-tonnetje over of zo? En we zitten stacked, hè. We hebben alles dan. Wie de fuck belde mij daar? Ah, dit vond ik gek van, man. Mensen heb ik niet meer in... ik ga een nieuw nummer aanvragen, denk ik, binnenkort, jongens. De mensen waar ik gewoon mee omga, hou ik. Maar ik word gek dat ik door allemaal renners gebeld word, man. Holy shit, wat irritant. Ja, Scorp is niet... Hij is naar het gebouw ingegaan. Dat gele gebouw is ingegaan. Hey broer, heb jij toevallig... Tafel? Kijk, zie je die... Ik wat voor jou? What the fuck? Oké, politie? What the fuck is hier gaande? Allemaal gezegd. Ja, ik ga voorkomen. 2000 kijkers, man. En we hebben de 1000 lijst aangetikt. Jullie zijn insane, man, boys. Shout-out naar iedereen, man. What's up? Ik heb geen pistool meer, jongens. Hoeveel krijg je uiteindelijk naar 6 ton witwassen? Wat ik er voor hem heb. Er gaat 100, ja, klopt, 118k zeker. Af. 84 of zo? Die ben je alweer. Oh, morgen. 84, dacht ik. Schat, ga jij nog even grote bang? Weet ik niet. Ik heb alleen zo'n. Ja. Nee, is goed. Dan wacht ik buiten wel. Oh, ik kan er ook nog even kopen, denk ik. En volgens mij kan ik ook nog even daar naar binnen. Ik ga wel even eerst. Ja, is goed. Zo'n drukke bedoeling, ga maar even zitten. Zo, morgen. Oh, tuurlijk. Rij naar achteren. Oké, we gaan wel even een lombenkje of zo. Shit, man. Ja, weinig hersenlozen meer. Je bent een kleine speler. Hassan, broer. Jij zegt het al 2 keer, broer. Wie is die kleine speler hier? Wat zeg je? Denk jij ook zo erg? Ja, het is een... Ja, ik weet niet. Het lijkt wel alsof je computer in je hoofd er een beetje aan moet wennen of zo. Ja, maar ik kan het niet zo goed tegen. Oh, ik zie daar iemand lopen. Ik word weer gebeld. Ik word er zo kaal van. Hela. Meneer. Heeft u zin in pannenkoeken? Ai, nou, afgewezen je fiets. Schat, zag je hem ook lopen dan? Gadverdamme, die kruimels. God, optief. Hey, Siri, smoel. Dank je. Hey, Daan Lof, broer. Het duurt iets langer. Oh! Doe je ding, bro. Ik hoor wanneer. Hey, wat ben je aan het doen daar? Zag je toch, feest drukken? Oké, ja, ze zat al los, ik zag het. Ik weet niet wat hij zegt, was gewoon klitband wat los. Hey, Wesley! Balenci, ja, gaat op de. Wesley! Oh! Wacht even. Oh, ik las het fout. Wesley met een 4 aan de natie met Fies. Hij zegt, hey, hoe gaat het? Mag doneren van mijn ma. Blijf ze doorgaan, hartje. Hey, Wesley, deze is er ook even bij, zegt. Dan weet ik dat ook voor de zekerheid, je weet toch? Hey, Wesley, shout-out aan jou voor die 4 euro donatie, bro. Wat een los, broer. Welkom bij de stream, maatje. Met mij gaat het fucking lekker, man. What's up, what's up? Welkom bij de stream, broer. Chance in de zee. Koop alles leeg. Drip met de leek. Blanke chase. Nou, het is een beetje jammer dat er niet zo heel veel hersenlozen in de stad zijn, schat. We moeten maar een beetje ronddraaien. Ja, wacht even. Ik ben even instelling, want dit kan echt helemaal niks. Nee, is goed. Dylan, ook echt zo naar jou! Wesley, jongen. Vieze, vuile boomkikker. Ja, maar wel ziek, man. 2000 kijkers, mensen. Welkom bij de stream allemaal. We gaan straks dus die 6 ton witwassen, 100%. Ik hoop dat Daan het... Ey, nou, weer een dooie. Gadverdamme. Ik hoop dat Daan het kan doen binnenkort, maar hij heeft het dus even druk. Blijkbaar heeft hij een fucking straaljager achter zich aan. Nou, ik weet niet weer wanneer dat er in is gekomen, maar respect als Daan dat overleeft, man. Laten we eerlijk zijn. What the fuck? Wat een jongens. Hier staan soms ook van die hersenlozen, man. Hier. Eén hier. Ik heb er wel eens 2 naast elkaar gezien. Nou, what the fuck? Gadverdamme, man. Kopen. Hey, Dylan, what's up, maat? Zita. Velletje. What's up, man? Man, is een jaar op de bullen. Even het tweede handje kijken. Je bent wel. Ja, CBR is er een. Maar het ding is met CBR. Die standaard plekjes zijn altijd al gebruikt, man. Altijd heeft iemand daar al verkocht. Dat is altijd het kut eraan, die lokka's. En op een of andere manier. Ik snap het niet, want bij banken is dat toch ook niet zo. Maar daar kan je dan wel continu aan verkopen, iedereen. Dus als iemand daar al een keer aan verkocht heeft, kan iedereen daarna alsnog weer langskomen, zeg maar. Maar dat is bij die van CBR dus niet. Ik snap niet waarom ze dat hebben gedaan. Maar let op, ik heb er nog één. Die is... Oh, ik tikte mijn muis aan. Weer een kruimeltje. Let op.
Wanneer komt de tweede date, man? Ja, man, die video was wel lachen, man. Ik zag veel lof op naar de video, man. Ja, af en toe een video erbij gooien is gewoon leuk, man, voor de afwisseling. Kijk, hier is ook een hersenloze. Kijk, let op. Oh, die is. Ja, ik zie hij spant daar. Maar let op, die is ook al, hoe zeg je dat, verkocht. Zie je? Dat is altijd zo bij die standaard locaties. Ik weet niet waarom ze dat hebben gedaan. Ga snel verkopen, mag niet, man, op stream. En bang zijn hersenlozen voor iedereen verschillend. Vandaar, man. Ja, misschien moeten ze dat ook bij Disney locaties doen, man. Maar ja, ik weet niet. Dat is dan TDA natuurlijk. Even die buggy. Oh, what the fuck? Opeens slippen we hier weg. Wat is dit? Maar net zijn jongens op dubbele G. Ja, toch. Kijk, dan is veel meer... Deze buggy, als die vies is, ziet er echt niet uit, man. Je moet de auto wassen, man. Ja, man. Klopt, dan is die donkerbruin of zo. Wie de fuck belt mijn weer, vriend? Oh, dat is Henky. Ik denk al, wat? Alba, hé hey, broer, zomaar ligt nou hoeveel? Ik heb kleine 600k liggen, man. Ja toch? Oh, als Alba kan wassen zou heel lijf zijn, broer. Als hij dat nu ook kan doen. Oh, oh, oh. Gek, gek, gek. Oh, hij reageert heel snel. Ja toch. Een beetje. Oh, ik ga stuk, man. Als Alba dat kan fixen, zeg maar. Het ding is wel, het moet wel voor 20% zijn. En ik weet niet of hij dat gaat doen. Want het is voor het eerst dat ik bij hem... Of hij zit bij MC natuurlijk voor het eerst daar iets doe. Netjes. Koop alles leeg. Hé, hey, Jasper, wat's up, man? Ja, man. Maar ik bij je... Ja, toch. 35k of zo. Heb je eentje voor mij? Ja, maar... Moet die ei... Even houden. Ja, zo. Jasper met een 300 AC. Hoi Dylan, kijk je streams al lang en je maakt me altijd... je maakt altijd mijn dag. Je hebt geluk... Geluk met zon. Oh, zoon. Met zo'n mooie meid en lof naar jou, bro. Jasper, geloof mij. Elke dag dat ik weer opsta, denk van... Godverdomme, wat heb ik een perfecte vriendin. Dat is niet normaal. Ja, ik vind Char echt... Het is gewoon perfect, man. En het klinkt cliché, maar ja, voor mij is het echt gewoon te perfect zelfs. Iedereen. Hij is goed, bro. Ik ben een beetje aan het rond. Dus is een kans dat ik het bij iemand anders ga wassen. Het is kut, man. Char naar de stad uit. Schat, nee! Ik heb wel even wat drugszakjes in de zak. Ja. Oh mijn god, echt. Char heeft me afgewezen. Ja, gelukkig niet in het echt. Oké, dat was dat grappig? Soms wel, hè? Ah, licht gaan wat je vibe nu is. En wat staat die Grieken als we daar, vriend? En zei, bro, doei Dim. Is goed, bro. Spreek je zo weer. Zo, diep gaat even wat sneller. Gaat ver, man. Ik wacht wel even op Char dat ze weer terug in de stad is. Ja, ze moest even die settings aanpassen. Dus waarschijnlijk is ze de stad... uitgekikt. Het moet even wachten, man. Char, wijs je af. Ja, toch. Sowieso, ik kom binnenkort. Is Gucci. Gucci, bro. Bro, wat zet die motorrijder er ook bij, man? Wat is dit? Opeens staat er een hele keten hier om, op deze stoep. Wie de fuck gaat hier op die stoep staan, man? Hè? What the fuck? Oké, mensen die mij opeens random typen, man. zeg als er mensen zijn. Ik ga 7 daar. Hey man, even kijken. Die meisje is doodgereden. Ja man, vieze vuile. Ja, maar ze komt als goed zo. Ja, haha, wat een timing, ziek man. Char is aangereden. Godverdomme, wie de fuck heeft dat gedaan? Maar gelukkig is hij weer hier weer levend. Je zit te verwarren, ja. Sommige mensen zien dan hersenloos niet lopen zoals wij het zien. Wat komt die hele keten hier doen dan? Wat is dit dan? Godverdomme, gozer. Hij is aan het joinen. Let's go! Eigenlijk moet ik ook gewoon even iemand rippen, man. Heb ik gewoon zin. C, koop alles leeg. Rip het en leeg. Gio, patroon, jongen! Hey, liefie. Yo, als ik een donatie in mijn hoofd binnenkrijg en ik ga praten tegen jou, weet ik gewoon niet hoe ik klink.
Hey, Gio Patron! Met een 6 euro donatie, a.k.a. Gio, broer. Je staat, ik moet hierheen wijzen, op de fucking donator. God, wat zeg ik nou weer? De top donator plek, maatje. Sowieso, shout-out voor jou. What the fuck? Hoi, Dylan, ik ga binnenkort ook een PC kopen voor TDA. Heb je nog tips voor het zoeken op een marktplaats? Budget? Budget van ongeveer 2... Broer. Hey, Gio, shout-out aan jou. Ga alsjeblieft niet op Marktplaats met 2,5k spenden. Ga een nieuwe kopen. Dat kan je echt wel doen van dat bedrag. Schat, wacht even hoor. 1 seconde. Bro, ik heb al mijn PC-dingetjes gekocht op mgekko.nl. Check het daar. Maar gast, voor 2,5k, bro, kan je een lijpe nieuwe PC kopen, broer. Dus ik zou je dat aanraden, Gio. Shout out naar jou voor de 6 euro, bro. Je bent inderdaad de top donator van de stream, maatje. Wat een love, man. Wat zei je, schat? Ik ben er weer. Oh, dat witwas is niet normaal moeilijk, schat. Echt. Godverdorie. Duur me lang. Bye. Godverdamme. Ja, man. Je kan... Oeh, hoofdpijn weer. Oh, die hoofdpijn is soms weer gek, man. Ja, 2,5k zou ik niet eens naar Marktplaats kijken, broer. Gewoon gelijk nieuw. Nieuw. Sowieso met PC's raad ik je 9 van de 10 keer ook gewoon af om tweedehands te kopen, man. En straks kan iemand voor de grap op jouw moederbord getuft hebben of zo. Ja, het ding is, schat, het is al 9 uur, dus kookvlakte is al actief geweest, zeg maar. Ja. Maar zullen we gewoon voor de grap even langsrijden dan? Ja, is goed. Ja, ik moet toch wachten op, hoe zeg je dat? Op een witwasdingetje, even zien. Zou ik een mes meenemen? Zou ik dat doen? Nee, dat wordt sowieso geript, denk ik. Ja, ik wil eigenlijk een longvin nakken van iemand. Dat is lachen, man. Maar ja, op bodycam is dat zo'n dingetje op eiland. Even na te denken. Allee, we gaan gewoon naar eiland. Wacht, laten we eerst even de zakjes in de waggie stoppen. Allee, even zien. Ga jij maar eerst. Hey, Appage! Spreek het goed uit, bro, met de euro. Hey, Dylan, ik wou even... Even de dingetjes in de auto. Ik wil even zeggen dat ik al een tijdje in een zware depressie zit. En dat jouw streams mij echt heel erg goed doen. Heel erg bedankt daarvoor. Trouwens, lees nu eens mijn naam achter ze voren. Jeppe. Aight. Herken je me nog? Fijn idee. Jeppe komt me wel bekend voor, man. Hey, Jeppe, bij deze, bro. Ik vind het fucked up om te horen, maat. Maar ik ben wel blij dat ik iets van positiviteit kan brengen op een dag, man. Dus sowieso, Jeppe. Shout-out naar jou voor de support, maat. En ik hoop dat het snel beter gaat met je, bro. Dubbele G. Heet, ik zie 11. Jerrycam mag ook wel even loesoe. Hey, je hebt een shout-out aan jou voor die fucking euro, bro. En ik hoop dat het snel goed met je gaat, bro. What the fuck, ouwe. Alright, let's go. Hey, Salem, Boekie. Denk maar de 2 euro super tip, bro. Ik hoop dat ik het goed uit heb gesproken, maat. What's up? Welkom bij de stream, maat. Alright, let's go. Oh, hoofdpijn. Hij leeft nog, top. Hey, Sharebox, vieze vuile. Met een 3 euro zeg, deze is voor je wijfie. SO naar jou, man. Je hebt het goed voor elkaar. Met je vrienden SO naar Siano, Hakimi en Aaron Toet en L. Hey, broer. Shout out ook naar jou, maar. Wat? Oh. Palette, Jagas of de. Gas, what the fucking love. Schat, ik krijg even 10 donors achter elkaar of zo. 1 seconde. Hey, Gio Patron met een 5 euro donatie. En zegt, oké, thanks voor de tip, man. Dan bouw ik hem, denk ik gewoon zelf. Kun je misschien de site in de chat zeggen? Mgekko. M-E-G-E-K-K-O. Mgekko. Je vindt het echt... In de eerste link, als je dat intypt, vind je hem gelijk. Is een groene website. Wat zijn echt de essentiële PC-onderdelen voor GTA goed spelen? Goede processor, goede videokaart. Moederbord moet ook wel even nice zijn. En gewoon een goede 16 giga RAM minimaal of zo, man. Dan zit je sowieso chill. Koeling, ja, ik raad je aan een water. Bro, je hebt 2,5, bro. Je kan letterlijk echt heel veel goede dingen halen. Dus qua prijs en dingen zou ik niet eens stressen, man. Je zit al chill, denk ik. Ik weet niet of dat een hersenloos was. Hey, let's go. Hey, Gio, shout out jou voor die 5 euro, bro. Wat een love, man. En Ryan! We hebben een nieuwe donderdate, maatje. Oh, Ryan. What's up? Palette, jongens, of dubbele G. Oh, wat inderdaad een appje gezet. Snel. Hij is allemaal heel gekke, man. Hey, Ryan met een 6 euro en 1 cent donatie. Hij moest gewoon de top donate plek pakken. Wat is het, schat? Ik kan ook wel even rondvragen. Misschien een chick of zo. Of iemand weet. Ja, is goed. Ja, ik heb wel iemand, maar hij heeft het druk. Dat is het kutte, dus zeg maar. Dus vandaar. Oh. Yo, maat. Ik pak even een broodje. Ching is niet de stad. Mmm.
Kut, ja, we moeten wel even iemand hebben, man. Hé, hey, maar Ryan, met een 6 euro en 1 cent in de actie. Denk het niet, Jo. Yo, Dylan, hoe gaat het? Ben net geript door 14k, maar heb hun geript gratis gun. Ryan, what the fuck? Hé, hey, shout-out sowieso voor die actie ook nog, man. What the fuck? Deze man ript gewoon een gun van 40k. Hé, hey, Ryan, shout-out naar jou voor die 6 euro, maatje. En gast, lekker bezig, man. Gratis pipa. Lekker, man. Goeie size, man. Hé, hey, je bent de top donator van de stream, maatje. Dus gefeliciteerd voor die plek, maat. What's up, man? Hey, Jasper daarna met een 4 zegt... Hey, maat, ik ben nu top donator naar 7 euro. En zeg maar tegen Char dat haar waterprank in de vlog fucking geniaal was. Waterprank? Uit. Hey, Raap. Oh, maar je mensen gaan op die top donator plek hunten, man. Hey, schat, ik moest van iemand zeggen dat die waterprank van de vlog... dat hij dat geniaal vond. Die met die flesje zat te kloten. Is dat het of niet? Wat was dat ook wat? Weer? Die waterprank. Heb je ooit dat, oh, met dat flesje yeah. water, hè? Dat was het. Dat bedoelt hij, toch? Ja, dat ik het over jou heen ja. had gegooid. Dat jij het eindstond. Jij was gewoon een pussy. Jij durfde niet te gooien. Hey, ja, man. Hey, Jasper, shout out jou, maatje. Hé, hey, Ralf, je bent het 6 euro 2 cent, de nieuwe fucking top donator van de stream. Yo, bro, hoe heet de superchat nummer? Rafi, Zomer. Zomer van Louis Vos. Daar heb je in mijn zak, witte Tesla. Mix die rode kom met bokjes, dat is deftig. Hé, hey, Piek, gast, shout out naar die 6 euro en 10, broer. Alleen het ding is, Piek, ik wil je super erg bedanken voor die 6 euro 10. De reden waarom de superchat niet als top donator meetelt, is omdat dat via YouTube gaat, bro. Het, je kan het niet instellen op... Ja? In mijn hoofd vraagt iemand beneden weer een nieuwe vlog. Ja, die, we hebben die 10.000 calorieën nog. En die moet ook nog een nummertje maken met Mel. Met die muurtje en zo. Dus we komen zoen wel snel op vlog gaan, denk ik. Ja. Ja, toch? Hey, Piek, zo is een shout-out voor die 6 euro 10, man. Wat zeg je, schat? Aankomende week toch een 10.000 calorieën. Ja, die moeten we even doen, ja. Gewoon... nu is zondag, hè? Ja. Ik vraag wel even aan Mel. Oh, okay. Kut, ik word gebeld. Oh, dan krijg je die. Yo, Jay. Yo, Dylan. Hela. Hela. Hoe is het dan? Ja, goed met jou dan. Ja, ga lekker, maat. Lekker. Hey, heb je nog die AK kunnen terechtgaan? Bro, ik heb rondgeappt naar mensen, maar niemand had terecht heen, man. Het is helemaal kloten. Ik heb oh ja, ik had wel iemand die een score had. Maar ja, dat is geen mini-AK. Ja, wat klopt u ervoor dan? Ja, dat zou rond de 3. Ik heb geen idee, 3 ton zijn. 310 of zo. Ik heb geen idee. Ja, ik had niet door. Kunnen vragen? Ja, ik kan wel even appen. Van joh, heb je hem nog liggen? Ja. Nou, is goed, dan ga ik even appen sturen. Is goed. Hij is goed, maat. Yo, yo, yo. Jay, wat een fucking score hebben. Ja, dat was Lucas die hem had. Veel kost scoren. Ja, toch? Allee, let's go. Een buikje om te wassen. Ja, mijn buik heeft... Je moet iemand hebben die 5 ton ongeveer wit geld direct kan overmaken. En een buikje moet eerst nog shit zelf kopen en zo. Dus ik denk niet dat buikje het gaat worden, man. Allee, let's go. Let's go, kom met Vince. Ja, maar Jay is mijn mattie. Hey, anoniempje, what's up? Hey. Balenciaga's op dubbele G. Ik zeg je eerlijk, mijn game loopt weer smooth, man. Soms heb je echt zo'n vibe en denk van, godverdomme, wat loopt het toch weer goed. Let's go. Hey, anoniempje, met een 3 met de vies. Zeg, misschien... ja, is goed. Kom Porto dan. Gewoon dezelfde als altijd. 1, 2, 5, 8. Yes? 1, 2, 5, 8. Let's go. Ja, toch? Uit anoniempje met het erin zeg. Misschien kan je via buikje wit wassen. En is het in idee om buikje een nieuw soort mokkermafia op te starten? Ja, is best wel een ding eigenlijk. Kan best wel, man. Op te starten ook met Jasper Duncan erin. Heet hij... Hey! Jasper tussen haakjes Duncan. Heet Jasper... Heet Jasper. Heet Duncan Jasper in de game, ja? Wat? Hey! En zo heet hij nu in de stad. Oh, heeft een naam. Oh, mag je niet weten waarschijnlijk, maar wou het zeggen. Oh, hey, anoniempje thema met 3 euro. Ja, man, wie weet. Wat zei je hem op? Niks was gewoon best. Oh, oké. Okay. Ik rij nu achter je aan. Ja, man. Ja, sowieso, man. Mijn buik heeft nu eindelijk een band. Dus hij is nu een beetje zijn live aan het opstarten in TDA weer. Dus ja, man. Sowieso, broer. Gaan we weer. Ja, die actiestreams gaan er komen, man.
De afgelopen streams, ik heb dat ook gezegd, is puur geld grinden. Op een leuke manier money voor jullie alsnog. Weet je, een beetje drugs, een beetje gewoon die actie opzoeken. Maar ik moest mezelf gewoon steady in de stad zetten, man. Dat ik continu een soort business heb, waardoor ik continu ook geld kan blijven maken. En dat hebben we nu eindelijk, man. Dus daar ben ik super blij mee, man. Hey, Sharebox, man! Balenciaga's of dubbele G. Wat krijg je als je Sharebox in het Nederlands zegt? Dildo's. Dat blijft wel een goede grap, trouwens. Dat ga ik niet omliegen. Hey, Sharebox met een vijver zegt, ik wou nog even zeggen dat je hebt me goed geholpen. Ik zat in een depressie en door jou had ik soms nog een lichtpuntje. SO naar Ciano Kossemak. Ik hoop dat ik goed uitspreek, bro. En Boycast, jongen. Hey, shout-out naar jullie boys en Sharebox gast. Ook jij, man. Ik hoop gewoon dat iedereen gewoon weer positief in de vibe komt, man. Sowieso met die corona de laatste tijd helemaal gezeik, natuurlijk. Dus Sharebox bij deze, bro. Ik hoop dat je snel gewoon weer... gewoon wat blijer, man. Wat beter in je vel gaat zitten. En ik ben blij dat ik in ieder geval een klein lichtpuntje voor je kan zijn, man. En dat ruimt ook nog. Dus dan is het packs, bro. Hey, super dankjewel, Sharebox, voor die 5 euro maat weer. Holy shit, wat een love, jongen. Schat, ik ga even naar vlakte. Want ik denk dat die misschien nog actief is. Ik weet niet zeker. Waarom hoor ik mijn auto zo zacht? Balenciaga's op dubbele G. Het is niet heel druk of zo op eiland. Holy shit, yo! Ja, toch! Hey! What the fuck, schat? Oh, schat, mag ik zeggen. Ja, Gio is mijn schat, gewoon. Fuck dat. Ja, ik zit altijd met Charme over, natuurlijk. Elke dag, je weet toch? Hey, Gio met een 10 euro donatie. We hebben een fucking nieuwe top donator, jongen. En hij zegt, waarom nou weer mijn top donator pakken met 2 cent? Dat is niet nodig, hè. Jongens, en dank je voor de tip. Ik ga kijken en stuur je wel een DM als hij klaar is. Is voor tips. Ik zat even te denken. Hoe bedoel je? Hey, Gio, bro. Super dankjewel voor die 10 euro, bro. En ik ben benieuwd, man. Je gaat sowieso een gekke PC kunnen maken. 100% maar. Hey, gast. Gio, gast. Gefeliciteerd met de top donate plek, jongen. What's up, maatje? Thanks for the love, bro. Super dankjewel, maat. What the fuck, man. Wow, schat, het is echt fucking druk bij MEF Rotonde. Boys, is er net actief? Hey, meneer, heeft u misschien een broodje? Heb jij misschien een broodje voor mij, broodje? Wacht, is hij nu niet? Ai, nou, dan ben ik te laat. Gaat. Gaat hij dan weer actief komen, jongens? Schat, volgens mij is MEF Rotonde net actief geweest. Huh? Jongens, als MEF Rotonde actief is geweest, gaat hij daarna nog weer actief of niet? Hoe zit dat? Oh, man. Gadverdamme, ik zit even na te denken, man. Als MEF Rotonde, of is dat één keer gewoon? Ik ga even MEF Hutje kijken voor de grap. Ik zie Char rijden. Is hij dan één keer actief, jongens, of komt hij nog meer actief zometeen? Ai, nou, ik weet het gewoon niet, man. Ik zit nooit bij Rotonde, namelijk. Ik heb die één keer gehad in de nacht, volgens mij. Eén keer waarschijnlijk... Ai, nou, wat ruk. Wat raar dan. Om 8:30 MEF Rotonde actief. Lol, what the fuck? Dan is het zo rennen wanneer iets actief is. What the fuck? Ai, nou, als ik nu gewoon een mes had, kon ik gewoon rippen, broer. Je weet toch? Ben je vroeger gepest? Ik weet niet. Ik wilde niet een titel aan van pesten opzetten. Want ja, natuurlijk, pesten vind ik wel nog een stukje verder gaan dan wat ik had. Ik weet niet, man. Wel gewoon continu een beetje getreiterd, man. Een beetje gezien als het zulletje, weet je wel. Gewoon kleine opmerkingen waar je gewoon denkt van, broer, fuck. Ik was YouTuber. Ik had geen... ik had 4k subs, weet je wel. Je begint net. Je wordt een beetje in de zeik genomen. En vooral die blijven zitten, man. Die waren 18 en ik lach ze nu gewoon uit, broers. Ja, even lullig gezegd, als je 18 bent... Je zit nog op middelbare als in dat je blijft zitten en zo. Je bent een beetje aan het kloten. En je gaat andere mensen dan naaien of zo omdat je ouder bent en denkt dat je biggie bent, broer. Nu ik ouder ben, ik ook van, wat de fuck hebben hun gezegd, man. Maar ik weet niet, man. Oh, morgen. Yo. Maar ja, man, ik werd gewoon niet serieus genomen, broer. En dan, dat is dan weer de keerpunt eraan. Wanneer je dan gewoon weer geld verdient, weet je, en dan respecteren ze opeens wel. En ik had in mijn examenjaar... ik deed MAVO, dus het vierde jaar. Broer, ik had 40k subs, broer. Ik heb in een jaar of zo van de derde... Ja, ik deed altijd al YouTube, maar toen het echt goed ging... was de laatste jaar of zo van mijn school. Oh, toen opeens iedereen... hè? Oh, yo, Dino, wat's up? Dit, dat, zo, zo. Ah, broer, fuck dat, man. Nu als ik zo zie, dan ga ik gewoon spelen. Ik weet niet, man. Mensen misgunnen zo hard. En daarom moet je gewoon... Ik zeg je eerlijk...
Mensen die een mening over jou hebben, gewoon puur om jou te treiteren. Ah, fuck die broer. Gewoon skippen. Sowieso, je moet alle meningen, natuurlijk als het positief is, moet je het gewoon accepteren. Gewoon alle meningen van mensen over jouzelf, gewoon skotten, broer. Je hebt niks aan mensen die allemaal lopen te zeiken, man. Helemaal niks aan, broer. Schat, met rotonde is actief. What the fuck? Oh, wacht, je bent er al. What the fuck, Shai is er gewoon eerder dan ik. Ja, schat, ik mocht niks zeggen, dus 5 minuten lang. Ah, vieze vuile. Ja, lekker, man! Ai, nou, let op, de LV Games komt. Mef, let's go! Geld, vriend. Jij! Anders niks, vriend, en anders niks. Lekker plukken, hè? Lekker bruin. Ja, toch, maat? Kom op, man, tillen! Wie is die gekke gast, man? Oh, de ja, gekke man. Ja, ik hou op, jongens, dat is een beetje knap, hè? Sorry. Maakt niet uit, bro! Hé, hey, wie zei dat dan? Wij! Wij! Stuk, broer. Wij! Hé, hey, Don! Yeah. Die bouw moet er vandaag nog aan! Wij! Mooi, man. Ik heb lukken, maat. Wat ingrediënten meesmikkelen. Ik heb bijna mijn auto. Zo, dit is wel lekker. Ik heb het knullen. Oké, dat gaat. Daar verstond ik helemaal niks van. Waar is de chase, man? Stop of zo. Ja, denk het. Ja. Maar ik kreeg geen dingetje. Hij is nog nooit zo snel gegaan, man. Wat de... Oeh, ha, man. 25, broer. Dat gaat er goed hier, schat. Morgen. Nee, je moet hem meteen neerleggen, man. Oeh, ha, jongens. Wegwezen, vriend. Damn, man. Het is weer actief, gast. Cool, dit. Wat nice. Bij. Ja, die ene is het einde van de rit. Ja, mijn superchatnummer is Zomer van Louis Vos. Een beetje oud nummer namelijk. Misschien dat je hem niet heel snel vindt. En einde van de rit, man. Van Doughboy. Ik ben met Doughboy. Maar er gaan nieuwe nummertjes komen binnenkort. Ik ben een beetje gewoon aan het rondkijken. Maar ik wil gewoon goede nummers hebben, man. Die gewoon een beetje hyped zijn, toch? Ha. En ik ga sowieso... Woo! Sorry. Binnenkort, ja, mijn animator, spreek je dat zo uit? Ja. De guy die mijn animaties, die animeert voor mij. Dat moet ik zeggen. Ik denk dat er rippers zijn, man. Shit. Ja, zeker als Mef er is, dan, hè? Dat overladen in de boodschap moet even een andere keer doen, wanneer het rustig is. Ja. Volgende keer neem ik mijn knife gewoon mee. Dan gaan wij even longvinnetjes rippen, voor Mef. Dat is gek, man. Dat is gek. Zo mocht Char niet zeggen. Ja, ze heeft dan... ze is ook live, dus ze doet een challenge waarschijnlijk. Hey, Lode Sas, denk we voor de Euro Superchat, maatje. Gele flappen in mijn zak with the Tesla. Mix die rode zon met blokjes. Heftig. Hey, Lode Sas met de 2 Euro Superchat. Hoi, ben je grootste fan? Soms poep ik in bed. Lode. Ja, dat is fucked up, broer. Maar ik ga je wel eerlijk zeggen, bro. Gewoon echt eerlijk, Lode. Ik ben blij dat ik niet daar ook slaap. Want anders, stikke stinkgeur, jongen. Gadverdamme, vriend. Hé, maar Lode, succes, vriend. Dat is wel kut, man. Ja, ik weet niet of die serieus is. Dat is altijd een ding. Waarom rent die guy? Ja. Oh, what the fuck? Ik zit met de tyfus, gast. Oh, het is actief. Het is weer actief, schat. Kom maar. Oh, jezus, die remmen. Of ik word geprankt, weet het niet. Huh? Nee. Er is niks. Gaat het? We zijn aan het flikflow in. Hi, Loesu. Nee. Het gaat wel weer zo komen. De exorciste! Ai, nou, ik ben irritant, jongens. Ja, we moeten even die meth farmen, man. Zee, koop alles leeg. Rip net een leek. Planga katje. Ja, toch? Balletje, jagas op dubbele G. Hey, Servo's met 3 zegt laatste Donovan. Succes met je stream nog. En nog SO9 vriendin. Alleen maar lof. Spam allemaal hartjes voor Shalene. Even hartjes. Hey, jongens, kunnen we even een live hartje spammen in de chat krijgen voor Shalene? Ja, tof. Dat verdient ze wel even, jongens. Let's go, man. En actief mop of. Ik ga nu kijken. Oh, ga jij maar eens even kijken, ja. Is er gewoon witwas? Nee, man. Ik word er een beetje moe van. Maar ja, ik ben gewoon afhankelijk van mensen die het witwassen voor mij. Minder fijn. Dus ik moet gewoon puur even wachten, man. Ik moet zeker trouwens niet geloven. Gadver. Nee, bij. Ja, toch? Ja, toch? Even pissen, man.
Ja man, boys, we moeten gewoon nu even een beetje hier en daar meth gaan plukken, man. Hé, dat is, meth is gewoon goed hoor. Dat verdient ook wel lekker, hoor. Chancellorzee, koppel is leeg, druk met de leek. Mevrouw. Meneer. Hallo. Zo, kwam net iemand tegen? Damn. Mooie wagyo. Ilias! Oh, redder in nood. Redder in fucking nood. Nee, nah, man. Het gaat wel zo komen, man. 100%. Zo, die denderen er ook overheen. Heet Ilias. Hoeveel moet je exact wassen? 5 liter 1k. Ja, toch. Yo, man. Holy shit. Wow! 500. Ah! Sorry. Mijn naam is Cory. Epic. Oh, druk bedoeling in, jongens. Ja, zeker. Ik ga even kijken of ik wat voor je kan betekenen. Helemaal top, bro. Juist, vriend. Kom maar hier met de geld, vriend. Hier met die poel. Yo, wie de fuck zegt dat nou? Hé, maar Shambo's trouwens, steek voor de 3 euro maatje. Wat een lof, man. Ik wou even dat Shai's actief is, man. Hij gaat nu komen. Let op, ik rijd erop en het is actief. Hoeveel waves gaan we proberen? Wat zegt die kerel? Ja, ik weet dus niet hoeveel actief die is geweest. 3 keer, hè? Of niet? Oh nee, buggy. Gaat ver. Oké, later. Ja, ik weet niet, man. Ik zit nooit op rotonde. Maar wel apart, man. Dat we een keer in de stream op rotonde zitten. Dat is wel nice. Met Mef ook. Met Mef. Ja, man. Wat? Wat klopt. Lekker racen. Schat, waar ben jij? Ik kom van Mef-hutje nu. Oh, ja. Ja, die is hier een hele kate steeds. Dus ik heb geen idee hoeveel we kunnen plukken zo. Roos en Rood, ik ben gestoken door een bij. Met een abonnee maak je games voor je blij. Sam, jij verdient de prijs, vriend. Thanks voor die fucking ding, man. Love. Ja, maar boys, vergeet niet zeker te abonneren, man. Bro, we zitten zo dicht bij die 206k, jongens. We gaan langzaam naar die 210, man. Hey, er zit iemand tegen mij te praten, Char. Hey, nou, ik weet niet of het nog een keer actief gaat worden. Dikke vette piggy. Balenciaga's op dubbel. Ai, ai, Nick. De groeten met die andere shies van je naam, vriend. Hé, hey, meteen met drill met vies. Hé, hey, ik wil PC halen, maar heb echt geen verstand van. Weet je waar ik PC kan laten maken? Laten maken, ja, het is een beetje lastig, man. Je kan wel een pre-build halen, maar dat raad ik je af. Ja, mijn gek vind ik gewoon een chille site, man. Alternate heb je ook waar je chille shit kan komen. Maar ja, ik vind de levertijden een beetje ruk. Sowieso, de levertijden zijn nu een beetje... Iemand doet zijn auto daar op slot. Iemand deed 100% zijn auto daar op slot. Dat zag je aan de lampen. Oh, ik dacht echt dat iemand ging plukken dan, hè. Gewoon puur door die lampen. Ja, ik betwijfel of het hier nog komt, jongens. Desert Seas, hè, weer. Gadver, waarom moet ik nou altijd die Desert Seas het grappen maken? Zo irritant. Geel lampje, let's go. Ik weet niet wanneer die weer actief wordt. Geen idee, jongens. Jongens, het maakt totaal echt niet uit waar we bij wassen. Het ding is, Albe heeft gewoon gezegd dat niemand in de groep nu op dit moment veel geld heeft. Oh nee, die mensen rippen. Oha. Oha, er wordt me toch geschoten, jongen. Ah, fuck, kan mij die telefoon schelen, broer. Aina, Char, oh, arm kind. Oh, ik ben blij dat ik trouwens geen mes bij hem had, man. Anders waren we echt gewoon vies de lul geweest. Oh mijn god, jongens. Enge shooters. Er ging een score op even flink hem, gast. Kom op, Camacho. Open ding, man. Ha, ik ken deze gangster ook. Rij je, vriend. Ik werd gegrepen, maar ze hebben niks gepakt. Hebben ze niks gepakt? Nee. Oh, chill. Ja, ik ga wel denk van eiland dan, of niet? Wat gaan we doen?
Ja, zeg maar. Ja, want ik snap die meth niet. En als de rappers zijn ze helemaal leuk feest, zeg maar. Ik ga ja. Ik ben nu bij Grote Haven namelijk. Oké. Voor de zekerheid, kijk, je weet toch? Het is ook al geschoten hier zo. Ja, nou, dat hoorde ik. Ik ging gelukkig net op tijd naar achter, want ik zag de hele ketel staan daar. Ah, ik zet mijn auto even weg. Shit, man. Oha, ik dacht dat we die paal gingen raken. Ah ja, ik zeg borst dat op, dus de mensen die in de scoren. Ik denk nog te beuken, man. Lekker beuken. Schat, ik pak de longvin als jij er ook bent, dus dan weet je dat. Moet ik dat spul nog in die boot gooien? Nee, we skippen dat wel. Ze druk met die shooters, zeg maar hier. Shit, man. Redwood! Balance jakkers op dubbele G. Wie waren het dan die daar schoten? Ja, ik weet niet. Volgens mij was het volgens mij, maar ik weet niet. Oh ja, er zit natuurlijk 24-7 hier. Allright, kom. Hing, hing, hing. Ja, ik laat die meth er wel even inzetten nog. Oké, dan pak ik hem even. Deze was aardig, man. Hij vond er wel echt. Oh, ja. Hij ging ook in mijn auto kijken, maar hij heeft ook niks gepakt daar. Oh, dat is wel chill. Dit doe je pas. Wow, zo! Dat ging soepel. Oh, hè? Bij mij dook je letterlijk op de boot. En toen ging je weer lopen. Oh, bij mij niet. Schat, kun jij even varen? Dan ga ik even pissen in mijn hoofd. Oh, ik ga eroverheen. Ah! The fuck? Oh, ik kan weer spatie niet doen. Ik zit onder die boot ook. Hoe de fuck krijg ik dat weer voor elkaar? Hey, let's go. Hey, let's go even pissen. Zo jongens, daar ben ik weer. Ik heb even wat eierkoeken gehaald. Zo honger jongen. Ik heb zoveel honger de laatste tijd. Echt niet normaal. Oh, ik maak ook die hele eierkoeken vol. Nou. Lekker man. Wie heeft dit op de achtergrond? Dit is mijn vriendin, man. Hé, hey, niet trof voor real. Shout out naar jou, man. Yo, hoe oud? Ik wil even wit wassen, man. Nee, ik was op eiland, maar er zijn goed. Ik denk het wel. Aan het echt, ja man. Ik heb officieel met Char, man. Oké, ja. 9 januari is de dag dat Offie werd.
Ja toch! We hebben het gewoon gepoeld, jongens, je weet toch? Ja, die video, Stephanie, is van een langere tijd geleden. Al een week geleden. Zo, ik loop de bunch, jongen. Die eierenkoeken. Gat, wat lekker. Dan had je toch met mij. Best niet goed, man. Oh, maar wat kut eierenkoeken. Dit zijn wat oudere. Hey, brrr. Wat is dit? Bro. Kruimel, jongen. Morgen. Ja, toch. Brup, met de 30. Yo, ben even een vraagje. Voor hoeveel euro minimaal heb je een goede PC om roleplay te spelen? Wil niet te veel neerleggen, maar wel goed kunnen spelen. Spelen maakt echt niets uit, man. Je kan denk ik gewoon onder de 1000 euro wel gewoon goed spelen. Maar opnemen en streamen daarnaast, dat wordt een dingetje. En dan ben je zou wel weer, schat? Ik ben de hele... Wat zeg ik? Ik ben er. Laat het dan maar zeggen. Dus ja, je onder de 1000 euro kan je echt wel een goede PC vinden om op te spelen. Maar met recorden wordt het gewoon een dingetje, man. Dat is wel een ding. En TDA is sowieso wel zwaar, man. Dus je gaat hier en daar wel gewoon dingetjes voelen. Dus, maar ja, onder de 1000 euro kan je echt wel een goede PC gewoon om te gamen hebben, hoor. Godver. Waarom drukt hij hem gelijk weg? Jay, wie belde mij? Oh. Belde jij me nou? Ja. Nee. Huh? Oké, okay, wacht. Dan hang ik huh? Wat een raar ding. Bij mij staat er dat jij 24 seconden geleden had gebeld. Dat klopt niet. Broer, wat denk jij, vriend? Hey, wat doe jij? Vecht dan, jongen. Wacht eens even. Wacht eens even. Wie is dit? Maar blijf stil, zijn jij? Nee, zeker. Ja, zo veel van. Hier. Hopsa. Oh, oh, oh. Oh. Is het een buikje of niet? Ik weet niet. Wie is dit? Ik zag een helikopter die net wegvloog. Ja, is buik. Ja? Dat is mijn oude. Heb je hem verkocht? Nee. Misschien. Ja, bro, ik moest gewoon wennen aan je uiterlijk, vriend. Gadverdamme, wat zie je eruit? Ik heb mijn haren van... Dit is buikje, schat. Buikje? Schat. Wie is dat? Nou, Nee, dame. Ja, jij moet trouwens even sorry zeggen, je gaat er zo slaan. Er schiet iemand. Huh? Waar? Ja, ik hoor het. Ik hoor niks. Er wordt iemand schieten, er vloog een bullet langs. Ja, daar is politie ook daar. Oh, wat de fuck? Wat? Er vloog een kogel langs me hoor. Waarom de fuck hoor ik dat dan weer niet? Ja, ik hoor het ook. Oh shit. Ik denk aan de overkant. Nee, ik denk het ook eigenlijk. Oh, ik zie het. Oh, hier, agent uit het water, wat de fuck? Hey. Holy fuck! Hey, maar kijken, kijken. Misschien moeten wij even weg hier. Kom kijken. Schat, even kijken. Wat de fuck? Oh, daar aan de overkant, daar aan de overkant. Oh. Wacht wel, eens even kijken. Where is Seppi? Oh, DZ schiet ook, man. Wait, yo? Oh. Oh shit, ah. Wat leuk. Er enge dingen hier. What the fuck? Zit ze op die long... Is dat die longfin of zo? Die zoelen daarboven. Kim dat ding. Waarom moet het nou weer mistig zijn dan? Ik wou juist goed kijken hier. Shit, hè. Is dat zoelen? Ja, het is zoelen. Woe, what the fuck? Dit moeten we filmen. Zie ik, man. Die DSI hier beneden. Wat? Hé, man. Hé, hey, man. Mijn buikje. Wij gaan even... je weet toch? Het geld maken, man. Maar wacht. Vroeger zou je me nog een knuffel geven. Ja, broer. Ik geef je sowieso een knuffel. Maar jij bent je vriendin gemapt, jongen. Dus dan krijg je hem wat later. Oh. Is het je vriendin? Ja, toch. Aangenaam, mijn naam is Buikje. Aangenaam, Charlene. Oeh, jeetje. Oh, bijna een... Zo, kom een keet bij kijken hier, wat de fuck? Ja, inderdaad. Het is die longvin daar of zo. Ik heb een miljoen op mijn bank. What the fuck? Wat? Ja, oh, je hebt die, Helia. Holy shit, ja. Mm-hmm. Dat is wel gek, man. Ik krijg nog 60k van die boer. Hé, hey broer, pak even die longvin, we gaan er achteraan. Ik ben echt benieuwd wat ze doen. Ja, broer, ga toch niet achteraan? Dat is toch gezeik? We gaan op afstand. Oh, we gaan daarheen kijken, papa. Ja, ja, is goed. Nee, maar wie de fuck vader daar weg dan? Ja, dat waren wat de fuck gebeurde hier allemaal? Dat is allemaal weg, man.
Nee, die Zulu hangt er nog boven. Hoe maar jongens. Kijk, kijk. Hey, wat is er aan de hand, man? Kijk, die witte. Wat is er aan de hand? Echt, die eierenkoeken zitten allemaal aan elkaar vast, waardoor ik allemaal moet kapot maken. Maar de kruim is actief, jongen. Ik weet het. Ja, riep het. Kijk eens shit, man. Wat de fuck? Wat ga je met je money doen dan? Wacht, ik weet al. Zou naar de. Zou naar de hoeren. Grappig. Nou, dat hoef ik niet hoor. Ik maak een grapje, ik maak een grapje. Relax. Wat dan? Ik krijg deze actie nerf. We gaan denk ik even een mooie boot kopen. Ja toch? Een paar voertuigen bij mijn vakantie. Weet je wel. Ja? En gewoon een mooie jury en zo plan van. Ai? Dus ja. Goeie shit man. Natuurlijk bro, dat gaat flink. Oha, er wordt meer geschoten daar. What the fuck gebeurt dat, kerel? Hoor je zien deze hier op die berg daar ook staan? What the fuck? Die Zulu hangt er ook boven. Ik heb geen idee wat daar gaan is. What the fuck? Ik wil het zien, maar ik kan niet zo zien. Ja, je moet met je telefoon zoomen. Of, oh ja, ik heb dit allemaal al met snap opgezet. Daar staat een DSG, een motor. Kijk, hier met die camera staan dan. Twee agenten. What the fuck? Ah, ja, ze hebben hem, kom maar kijken. Oh. Ze hebben hem, hij ligt daar dit op de grond. Gaan we schieten. Links. Hey boys, what the fuck is dat? Wat? Wie zei dat? Ik denk, er valt hier een atoombom of zo, joh. Ah, ik zit even dood, gast. Wolken van Duisburg, stop op. Wolken van Duisburg. Wat? Alexandra. Wolken, stap in. Mag ik instappen? Nee, het wolken. Ik weet niet, Vrouwken. Oh, het wolken! Hé, gasten! Ik fix gewoon de chick tijdens DSI, Ik gewoon de chickie tijdens je. Ik fix geen chickie. DSI? Ik heb een weer langs mij. Oké, ik ben geen zippie. Het is toch gewoon DSI? Ik zei niet, hoe is het? Ben je wel, Matty? Verbeter hij nou op DSI? Nee, kom. Wat was dat? Hij zegt gewoon dat hij DSI is. Ja, hij zei toch DSI of zo? Het is helemaal geen DSI. DSI. Het is Dienst Speciale Interventies. Het is gewoon Nederlands, weet ik niet. DSI. Een DSI, dat is niet best. Hé, meneer, kijk eens in mijn ogen. Wat is dit? Oh, ik zie iemand dood liggen daar, hoor. DSI. Haha, leuk. Die kijk eens. Oh. Hey, kom, we gaan even weg hier, man. Dat is iemand longvin kopen. Ja, hoeveel? Oh, jij, ga hem even longvin kopen. Wacht, ik heb je wel, man. Hij is Sharkman. Wat DSI. Zei die DSI nou zo verbeterig van DSI? Zo. Ja, er liggen veel platten hier, nog eentje. Mooie Zulu hoor, dit. Deze zijn. We pakken even een auto. Hoppakee. Schat. Ja? Heb je in je hoofd zin in Mac? Ik heb zoveel honger, dat is niet te geloven. Maar het is gewoon elke keer wanneer jij naar huis gaat, gaan we Mac. Dat is echt niet goed. Ja, misschien maar niet gewoon niet naar de Mac. Maar dan ga ik wel alleen. Nee, dat ga ik. Ik wist het, hè. Ja, ik ga sowieso. Ik heb echt te veel honger. Ik merk het zo erg nu, niet te geloven. Ja, vind je het gek? Je hebt bijna niet gegeten. Ja, omdat ik heb niet zoveel aan. Quark heb gegeten. Ja, quark. Quark. Ja, is goed. Gaan we even Mackie straks. Lekker prinsen. Maar ik wil eerst die fucking money een keer wit wassen. Duurt me te lang. Mag ik pak even een zakje. Maar schat, ik ga wel een salade halen bij de Mac. Waarom ga jij gaat geen fucking salade halen? Geloof ik niks van. Een salade op die Big Mac die je gaat halen, ja. Nee, ik ga echt sowieso een salade halen. Ik ga geen... Waarom lach je dan bijna al? Er zitten nog zakjes trouwens in de auto. Nee, ik ga dat echt gewoon doen. Ik ga echt alleen maar een... Salade halen. En water. Waarom? Ja, wat? Waarom? Oh, ik weet al waarom. Jij wilt weer afvallen. Nou, ik doe gewoon alsof ik aan het bulken ben, maar eigenlijk is het gewoon een excuus om naar de Mac te gaan. Ik hoor je nu ook vreten. Ja, is een eierkoek. Lekker man.
Ja. Ik heb echt zin in eten, man. God, wat erg. Dit is echt niet normaal. Mijn buik trekt ook samen. Vriend, Douder en Kim. Oké. Okay. Genoeg over eten gepraat. Zo. Dikke ogen. Ja, dikke herres hier. Zo. Deel die dirty bulk. Ja, man. Maar het is nog winter, hoor. Geen stress. Er moet toch wel wat hersenloos hier lopen. Weet je, gaat Ilias even sneller jullie achter die witwasjeis aan? Want ik heb even geld nodig. En jij ook? Vooral jij, namelijk. Gele flappen in mijn zak! Nee, is een beetje maat. Ik zie rode zo met blokjes, dat is death. Oh man, wat een gezeik. Een beller. Oh, weer een winnaar. Hey, Lode! Met een 72, ze zeggen dat ik stink. Welke parfum raad je aan? Ja, ik zou even... ik heb deze, 258. Oké. Okay. Ik heb deze zelf, man. Ja. Deze is wel nice. Ik moet alleen wel nieuwe bestellen. Zo'n 1 million, maar dan die grijze. Hij is nu bij de... Hij is bij de bank. Bij de bank. Uit. Yo. Hella. Ik weet het. Hella. Heb je iets op zak of niet, Wout? Ja, ik heb die Schenk net gekocht. Oha, nice. Ja, ik wil eigenlijk ook even iets meenemen, man. Even leuk doen. Ja, moet jij weten. Oh. Wacht, Char moet nog verkopen bij bank, man. Dan kunnen we op zich wel even chill daar naar binnen. Ja, is goed. Ik ben wel onderweg van zijn. Nee. Ja, ik heb ook... Nou, niks op zak, maar zo. Zal ik om mijn clip op mijn Afrika blijven of van Emerson? Oeh. Afrika is denk ik wat chiller, man. Ik zie een hersenloze buiten de deur. Ik niet. Oké, even snel jellen. Ook random. Fuck. Wat dit? Ja, er zijn toch twee zakjes weer weg. Haha, top. Ik naar binnen gaan. Nice. Nee, schat, wacht even op Bout. Het kut is dat die verkeerd van mij wel nog stok is. Ja, boeien. Ik kan nog steeds gewoon rijden, toch? Met dat ding. Ja, helemaal top. Ja, toch? Ja. Koop 6x6 en Afriket. 6x6 niet. Afriket maybe, man. Ik weet niet. Ik zit er gewoon niet. Ik rij hier niet veel mee of zo. Ik weet niet. Het is wel echt een goed ding. Je hebt er wel wat aan. Alleen, ik gebruik hem gewoon niet veel. Af en toe wel eens rijden, maar ja, dan heb ik toch weer liever een auto. Hele Kate weer voor de deur, geet je. Ah, ik ben om de hoek, man. Ah, wij zijn hier ook om de hoek, maar het is wel druk nu. Paka, Robin, wat's up? Heb je witgewas? Nog niet, man. Idas moet even opschieten, man. Wat eet je? Ja, is een eierkoek, maar hij is helemaal kapot. Dus het lijkt net of ik popcorn loopt te vreten of zo. Ja, sorry Wesley, jongen. Ik heb fucking honger gehad. Zal ik even binnen kijken of zo? Dat is goed. Of iemand. Wat doe ik? Hai, Char, ga naar binnen. Ik heb mezelf op wit. Ah, is goed. Kom maar nu aan. Wow. Nou, nee, ik ben achterin. Oh, jij bent er. Oh, meneer, rustig. Wout, je hebt wel een masker op, hè? Moet je voor oppassen. Er is hier nog iemand. Hij gaat ook naar binnen. Nee. Wacht, ik word politie ook, of niet? Nee, dikke moedroek, hè? Ja, maar je kan naar binnen gaan. Ik blijf wel rondjes rijden. Ja, maar jij moet oppassen met die masker, hè? Ah, ik heb hem afgezet, ik heb hem afgezet. Ah, ik ga nu verkopen. Zo. You die in a fire. Oh, dan gaat deze weer janken zeker. Oh, die gaat achter me aan. Nee, ik kan niks verkopen hier ofzo. Oh, die vrouw... Al drugs zijn die verkocht. Hé? Oh, dat is die giet die naar buiten liep. Ik denk al, huh? Bij! Nou, die leuke dame naast me heeft mijn raam uit de auto getikt. I don't know. Jammer. Even basic geruis. Ja, deze auto is zo dik, man. God. Ik ben er wel blij mee, man. Ik rijd er nog steeds graag in of zo. Het is gewoon een dikke woggie.
Even zien. Lombenkje? Lombenkje. Ja, of je terug naar de... Waar is dat? Terug naar de bank. Grote bank weer? Nee, dat ik zo wel even die ergens was. Eentje daar zo. Hey, Warpie, wat's up, maatje? Ja, toch? Alright, let's go. Hey, Warpie met de 30. Yo, kun je aan Ilias vragen als hij Warpie kent? Ja, als... ik zat... Bro, ik hoop dat ik het gaat onthouden, maar ik ga het vragen, man. Als ik ga witwassen bij hem. Warpie, nou, ik denk dat hij jou kent. Of hij heeft een Warpie in zijn broek. Hey, Warpie, tegen met de 3 euro, man. Chick loopt hier weer rond. Oh. Kom dan, sla dan. Oh, dit is heel awkward. Hoppa, vriend, sla terug dan, sla terug dan. Kom, kom, sla, 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 sla. You make me sick. Waarom slaat zij niet? Oh ja, wanneer ik het niet verwacht, gaat zij slaan. Hier, fuck jou, vriend. Kom, meppen, meppen. Kom dan. Woop, oh, pap, pap. Ja toch, hier nog één. Hoppa. Oh. Oh, ik dacht dat ze in ging stappen. Right. Heb je kunnen verkopen, schat? Ja. Top. Oh, ik krijg een appje. Ja, alsjeblieft. Kunnen we wassen? Nee, want er zitten echt gekke dingen uit. Oh, ik ben er. Ik zit in de RSS. Oh, Daan haakt af. Ik ga Ilias bellen. Het duurt me te lang. Ik moet gewoon geld hebben. Het kan toch niet zo zijn dat het zo lang duurt om even... Hey. Ilias. En wat moet dat mokkel, jongen? Oh, 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 oh. Ilias, getverdamme. Ik word hier toch zo moe. Die chick... Auw, what the fuck? Hé, hey, laat me met rust, jongen. Hé, hey, kom... Ah, kom hier dan. Hier, bam. Hier, wegblijven van mij. Bam, die kan je krijgen. Waarom leeft deze giet zo lang, hè? Trek even over de balie. Hop, dodge, vriend. Bam, neer, vriend. Neer. Hop. Kom dan, sla dan. Hop. Met iemand dat hij kent of met iemand rennen? Nee, zo in principe. Oh, dit is een dodge met koude hoort. Maar jullie me schrikken, man. Hé, er komt hier ook een meneer aan rennen. Zie je die ook rennen? Zo laag, vriend. Welke meneer? Die slaat jou nu. Slaat hij mij? Ik zie niks. Nou, die vrouw is in ieder geval laag. Hoppa, geen gezei. Ja, toch. Top. Hey, Eli met een 3 euro zegt... Yo, maat, wat zijn jullie aan het doen? En je auto klinkt als een stofzuiger, man. Ja, dat klopt. Ik, ja, dat is gewoon deze auto, man. Ja, ik wil wit wassen, maar echt... Bij iedereen klop ik aan, maar niemand was... Niemand, broer. Dus ik word een beetje kaal. Ik word echt een beetje kaal. Ik ga gewoon even een beetje in mijn... Ik ga heel even in mijn contacten kijken, schat. Ah, 3 van de stroom. Hey, er is politie bij de grote bank. Yo, yo. Ah, Larry. Balenciaga op dubbele G. Wormpie met een 3 euro daarna zegt... hey, niet zo over Wormpie praten. Maar Ilias heeft zeker een Wormpie in zijn broek. Ja, toch? Wat zei je, schat? Gaan we naar Longbank. Ja, is goed. Oh, ik weet gewoon niemand die kan wassen. Dat is zo irritant, dit. Godverdamme. Ging die daar niet voor jullie? Ja, die heeft... die kan het nu niet meer doen. Die heeft kloten. Wacht eens even, ik heb iemand. Jongens, jullie zijn insane. Diallo, 100%. Alsjeblieft, Diallo, laat me niet in de steeds zo chill zijn. Diallo. Yo. Yo, maat. Doe jij aan kastjes? Maar die politie is iedereen aan het fouilleren. Wie heb je geprobeerd? Ik heb Diallo even een appje gestuurd. Dat is een goede guy. Bij 14k zit hij. Dus ik hoop dat... Ja, yo, Max, wat is dat, bro? Welkom bij streammaat. Oh, als Diallo kan wassen... Dat zou me toch even chill zijn, jongen. Niet te geloven. Maar we gaan even naar Lon. Bang. Ja, wat is de topspeed van die HP zien? 267, man. Maar ja, zit panzer op, vandaar denk ik. Ja, Ice, Alba zit bij MC, man, maar hun kon het ook niet doen op dit moment. Ik heb Alba al gevraagd.
Ja, iedereen heeft gewoon nu een beetje dat ze het niet doen of zo, man. Diallo is echt mijn laatste optie misschien nog, man. Hey Jasper, thema 3 euro maatje. Niet normaal. Wat zie je in de lucht, hè? Wat in de lucht? Oh, heli? Een helichopter. Oh, hier ook op de motor. Het is hier ook weer druk, jongen. Zo, ik zie ook nog een agent beneden staan. Ja, we gaan hier wel gewoon weg, want... of is dat een... Geen wat zin. Is wat is er gaande hier? Heel de stad is één drukke bezeten boel, joh. Met allemaal agenten en zo. Hey Jasper met de 3 uur zegt, hey maat, weer een dono. Hoe gaat het trouwens met je kin en knie? Het gaat goed, man. Ik heb alleen nog een heel klein krasje, maar dat is ook bijna over. Ik heb laatst ook een ongeluk gehad. Alle airbags eruit, best heftig. Hey Jasper, ik hoop dat het goed met je gaat, bro. Ja, ongeluk is gewoon fucking shit, man. Hey Jasper, thank voor de 3 euro, maat. En ik hoop dat alles weer goed is met je, man. Ja, we gaan even twee handjes. Hey Jasper, weer met een 3. Oh nee, je hebt dubbel gedoneerd, of niet? Ballen is een jagd op dubbelen. Yo! Morgen. Ik had niet verwacht dat hij nog meer door ging zijn. Ja, bel Diallo. Ja, ik ga Diallo niet bellen, man. Die kerel is altijd druk met dingetjes, man. Dus ik stuur hem een appje. Ik zie vanzelf wel of hij reageert. Hey Jasper, thanks voor je over die 3 euro, man. Ja, ik denk dat je 2 keer hebt gedoneerd. Dat was precies hetzelfde berichtje, namelijk. Ik had voor Derry. Nou, we gaan even naar tweedehands. Wat doet deze guy? Holy shit. What the fuck? Is hij me dood, gast? Gelukkig kan ik natuurlijk ziek goed rijden. Niet normaal. Bye. Byron. Bye. Marius. Ja. Ja. Ah ja, Marius kan ik ook nog wel even vragen. Ja toch. Ja, of die gangs, mocht die... Hey, dat is niet eens zo'n slecht idee, denk ik. Ja, daar kan ik ook wel van. Dat is twee gekken. Oh, ik moet even tanken, man. Ja, ik ook. Nou ja, dan gaan we even tanken. Lekker tanken, bro. Ja, toch? Ik heb Ice niet als nummer, man. Ja, maar. Yes. Ik ga gewoon even appie gooien. Heb ik... Nee, ik heb Marius niet mee in mijn contacten. Kut. Ik had hem verwijderd. Ik besef net. Toen hij nog bij dingen zat. Bij Albanese Mafia. Ja. Longfini. Broer, ik heb zoveel random namen ook in de ding staan. Roos Chick Tarik. Oh, what the dit fuck. Dit ding zuipt, jongen. Nee, ik heb gewoon niemand, broer. Ik zweer het. Back in de Nederland! Ja man, Max, welkom back, broer. Heb je een beetje naar je zin gehad, of niet? Ik zie Marius. Had ik Marius wel hier staan? Wacht, even kijken, hè. Echt? Heb ik hem niet? Beide dan. Karren. Ja, schat, wacht. Ik ben heel even door mijn contact aan het scrollen. Oh, de M. Marius. Gaat het goed daar, of niet? Draag. Zo, ik ben ready. Ja man, weer lekker geboord. Lekker man, Max, gast. Hey, welkom back, man. Nice, man. Ja, dat is een goede shice, man. Die fiets. Ja, ik weet niet of heel veel mensen de stad nu uitgaan. Als ze kloten eraan. Ja, zo. Ja, zo. De ene keer wel hier, maar de andere keer wel niet. Ja, man. Wordt een beetje lastig nu, denk ik. Marius, oh mijn god, wat. Ja, man, doe ik. Ing, ing, ing. Ik heb misschien iemand. Toch gek, Marius.
Hey jongens, mogen of je gang scammen met wasjes draaien? Nee, toch? Of ben ik nou gek? Ik weet niet. Ik wil het gewoon zeker weten. Ja, misschien gaan we nu één. Ik weet het echt niet, schat. Er is geen reet van hersenlozen. Nee, ja, misschien met een longbank. Kijken of zo. Wout, zullen wij anders gewoon rippen? Ja, ik vind het goed, pak jongen. Ik mijn shit even en dan geef ik gewoon alles aan Char. En dan gaan wij gewoon even lekker rijden. Een beetje kijken. Is goed. Ik douw heel veel mijn auto in en uit. Zullen we dan even bank gaan? Ja, natuurlijk. Ja, hij kan je naaien. Ja, maar politie stond daar net ook wel, hè. Ik weet niet of ze daar ja, weet ik. Maar als ze nu weg zijn... Maar doen ze niet vaak. Nee, maar... Moeten we naar je appa. Ja, ik zet heel veel mijn auto terug, want dat raam zit vol eruit. Hier mijn garage. Mag sowieso al niet volgens... Ik heb het gevoel dat ik zo meteen nog eens ga crashen, jongen. Ja, die hoofdpijn. Ik heb hoofdpijn. Ah, Marius neidt niet. Nee, ik hoop dat Marius mij chill houdt. Het ding is gewoon... Ah, het is gewoon veel geld, broer. Ah, dat is man. Ik doe anders bij 40k. Ja, maar ik heb dialoge dinges, man. Hoe gaat dat? Krijg ik dan direct dit geld? Ja. Die gozer, die zes en nog wat of zo, die zegt niks meer, hè? Nee. Ja, ik zei toen van ik ga weg, man. Ik ga even overleg met Sean. Hij is zo iets. Kobe! Holy shit! Holy shit, Kobe! Met een 32 bom! Ken je me nog van gisteren, Kobe, broer? Ja, man, tuurlijk, maat! Jij zei nog, je spreekt het uit als Kobe en ik zei Kobe steeds, volgens mij. Bro, Kobe met een 32 bom! Ik wil alleen maar hartjes in de chat zien voor deze man! Je bent de top de neten van de streammaatje. Holy shit, ik schrok me dood, gast. Damn, man. Kobe, shout aan jou, broer, voor de love, man. Ik wil alleen maar hartjes in de chat zien voor Kobe, man. Wat een gunner, broer. What the fuck? Schat, ik moet even... Ja, ik krijg een 32'tje. Holy shit. Doe maar, hoor. Kan ik niet bij jou passen? Gaan we verder? Ja, ik ben de hele tijd bezig met dat was. Ja, ik meet er gewoon niet veel speciaal. Je krijgt niet... direct van me. Oh, wacht. Ik heb iemand, Marius. Het ding is alleen... Ja, ik ben wel bevriend, maar we zijn natuurlijk niet heel erg close. Oh mijn god. Heel even omhoog. Holy shit, Mark! Oh! Bro, doe normaal, man! Mark! Ja, sowieso met wit was en zo. What the fuck ben jij aan het doen, broer? Mark met een 50 bom! En hij zegt hi! Mark, doe normaal! Holy shit, broer! Oh my god! Ik wil een nog grotere hype voor Mark, je bent er weer, maatje! Dit is de enige echte top donator van mijn stream, man. Ik ben afgewezen. Hey Mark, is goed, schat, is goed. Holy shit, ik krijg een 50 in mijn hoofd. Ik schrik me de teer. Holy shit, man. Hey Mark, shout out naar jou, maatje. Handjes in de chat voor deze fucking strijder, man. Oh, Mark. Ja, ik moet heel even een beetje appen, man. Echt niet normaal. Ik moet even. Ja, het gaat om 6 ton, man. Dus we moeten even, hè? Ja, kom even in die garage dan. Yo. Ai, nou, man. Hoe de fuck vind je daar een hersenloze dan, schat? What the fuck? Ik schrok ook, man. Ja, tering. Die liep daar opeens. Weet. Handjes, bro. Handjes. Niet solo, hè. Grapje. Rust. Ah. Fat, man, het is, ja, dat... Inderdaad, Duncan. Hè. Dat heb ik dus ook. Oké, okay, dingen schat, ik wil het zo graag doen, maar ik heb het gevoel als ik bij mensen doe... Ja, dat ik zou het niet doen. We kunnen beter wachten. Dan wachten we maar gewoon. Is het bij die Daan dat hij geen tijd heeft, of dat hij het niet meer kan doen? Ja, die hebben het gewoon druk, man. Wapens verloren, dus die moeten hun geld weer spenden, zeg maar. En het gaat om 6 ton, dus iemand moet eigenlijk 5 ton wit in één keer betalen.
En dan, ja, dan hebben ze geen 5 ton meer op de rekening. En dan denk ik dat je beter kan wachten, want het is niet zeg maar 20 graden dat je moet wassen. Dus als je het kwijtraakt, is het ja, wel fucking veel. Ja, beter wachten we gewoon even met wassen. Ja, het ding is, kijk, ik wil, maar is het niet kut of zo, maar het is Les Rivoltus, man. Ik heb totaal geen goede band met hun. Nee, doe maar niet. Ik mag hun niet. Ja, Maris mag ik wel, maar alsnog, iedereen kan voor 6 ton alsnog gewoon een mes tussen je ribben steken, ja, weet je wel. Ook omdat hun net zo'n apparaat, of hoe heet dat? Hun zijn toch even huizenbezoeken gehad? Ik kan vragen of die eerst het overmaakt, wit. Ja, ik weet niet. Dan heb ik het sowieso ook, al. Nou, wil jij hun schetsen of wat? Ik ga hem gewoon bellen, kijken of die... Ja, maar anders moet ik het niet doen hoor, want hun doen ook gewoon van klantengrippen op Thailand, dus ik zou het niet... Sowieso doen. Moet je zeker zijn, man. Zeker met 6 ton moet je echt zeker zijn. Nee, hij zit in Kona? Echt? Ik zou pas doen nee, als je toch? Nee, hij zit... Echt? Niet als je denkt van... Weet wat ik ga doen? Ik ga het op 1 voorwaarde doen. Ik laat al mijn zwartgeld in mijn appa zitten, hij maakt het over wit. En dan pas haal ik het. Ik ga het 100% geven, maar ik ga niet eerst dat geld dat hij erbij kan, zeg maar. Ja, gewoon puur voor mijn veiligheid. Ja. Hij is gewoon te machtig om mij te switchen, toch? Ja, ik heb niks om hem te naaien, zeg maar. Dus ja, ik ga het even bellen. Even overleggen, kijken wat hij wil. Ja, toch? Yo, maat! Yo, lang geleden. Hé, lang geleden, maat. Ja, klopt. Hey, ja man, gaat lekker man, met jou? Ja, gaat wel lekker. Gek, man. Top man. Hey, ja, over dat geld bro, ik zit even met een dilemmaatje. Mm-hmm. Ja, weet je wat het is? Het gaat om veel geld en het is niet alleen van mij. Ja, ik moet het nog splitten zeg maar. Mm-hmm. Ja, is het mogelijk, ja, hoeveel, hoe, ja, ik vind het gewoon kut man. Niet omdat ja, jij... ik snap wat sketchies, weet je. Ja, man. Zes ton, broer. Ja, je moet het zelf weten, dan natuurlijk. En ik weet dat je me zo... Dat, ja, kijk, verleden, weet je ook. Maar, weet je, het is gewoon voor mijn naam. En voor onze naam. Zeker voor mijn naam, apart dan. En gewoon idioot, mogolisch, mocht je dan nu gaan opleggen daarvoor. Omdat dan, weet je, jij begrijpt het ook wel, snap je die dingen. Ja. Yeah. Dus ja. Nee, ik heb ook nog nooit iemand opgelegd ofzo. Dus, Ja, kijk, het is gewoon... Kijk, ik geloof je echt, maar kijk, het is gewoon niet alleen mijn geld, weet je. Dus vandaar de... Schat, wacht even hoor, 1 seconde. Dus, ja, ik had misschien een ding... Ik weet niet of jij ermee akkoord wil gaan, want ja, ik zou jou nooit schetsen. Ik bedoel, ik heb geen zin in jullie hele keten achter mij aan, dat ga ik sowieso niet halen. Dus ik wil... Ja, ik kan het eigenlijk maar om 1 reden doen als jij het eerst overmaakt dat ik het dan haal. Maar ja, ik weet niet of jij het goed vindt. Kan je niet 50-50 doen? Ja bro, het gaat me gewoon puur omdat het te makkelijk is, toch? Ja, ik vertrouw niemand meer, broer. Zelfs mijn vrienden niet meer. De hele keren dat ik het heb gewassen, weet je. Ik bedoel, je komt binnen en je geeft het, ik geef het. Je gaat buiten en het is klaar, snap je? Doet geen idee. Ja, maar bro, kijk. Jij hebt gewoon allemaal dingen, broer. Jij kan alles trekken wat je wilt, toch? Ja, ik heb niks, vriend. Ik ben sowieso... Ja. En hoe weet ik dat jij niet kan niet betrouwen? Bro, geloof mij... Dan draaien we de kant op, dood, snap je? Nou, kijk, weet je wat het is? Jullie zijn 10 keer gevaarlijker, dus ik denk dat mijn hele leven zuur wordt als ik dat zou flikken. Het gaat me gewoon puur omdat ik dat wit geld wil. En echt, mij kan het echt niet schelen. Ik ga niemand daarvoor schetsen. Daar heb ik zelf ook niks aan. Ja, wel iets aan, maar ja, waarom? Ik heb Melo toch, en zo. Ja, ja. Nee, ik heb heeft ook al bij mij wat en shit. Oké. Okay. Ja, het is puur bro, ik heb gewoon dingen meegemaakt en zo dat ik gewoon niemand meer kan vertrouwen, man. Het is gewoon puur, ja, anders moet ik echt iemand anders gaan zoeken, man. Wij moeten nu? Stof te vangen in, is goed schat, te vangen in mijn kluis, dus als zo snel mogelijk kan, zou helemaal top zijn. Ik ga me sowieso niet schetsen, maar ik wil gewoon niet dat ik geschetst word, snap je? Deze 2 minuten uit. Is goed man, laat me maar weten. Denken. Ja, is goed jongen. Yo. Ja, fuck dat man. Ik kan dat niet eens schetsen, broer. Het gaat me er gewoon om. Ik ben al door ex Les Rivoltus genaaid. Dat is de reden waardoor het nog fucked upper is voor mij. Daarnaast, Charlie. Yo, ik heb een cadeautje. Charlie was echt een mattie van mij, hè?
Die heeft me ook geschenkt voor saus. Iedereen naait elkaar voor dingen. Laat staan wat iemand zou doen voor 6 ton. Snap je? Dat is het, man. Alleen iedereen doet er zo lang over. En niks naar Daan natuurlijk. Ik bedoel dat hij het niet kan, snap ik. Maar ik krijg geen reactie. Ilias zou het doen, is weer weg. Ja, het schiet allemaal niet op, man. Hey, Jamie, what's up, man? Oh. Ja, maar Mel, kijk, weet je wat het is, Mel? Jij hebt een heel ander verleden dan ik met hun, hè? Snap je? Het ding is... Het is veel te makkelijk om hun te vertrouwen vanuit... Het is een te makkelijk. Zo, oh, het is Leslie Voltus. Mel heeft daar gewassen. Maris is chill. Hè, het is te makkelijk om mij te schetsen, omdat ik heel veel vertrouwen heb. Ik vertrouw het gewoon niet, man. 6 ton. Ik wil deze 6 ton hebben. Het is niet alleen voor mij. Ik wil dat het er is. En geen gezeik. En als Marius... Geloof mij, broer. Waarom de fuck zou ik iemand gaan scammen hiervoor? Tuurlijk kan je het doen. Maar ten eerste... Ik wil zelf niet zo'n naam achter mijn reet hebben... van dat ik iemand gescamd heb. En Dylan is ook zo'n vies peuk. Bro, ik wil gewoon dat het veilig gaat, man. Alleen het ding is... omdat Marius, bro, hij heeft te veel macht, man. Het is te makkelijk voor hem om mij te naaien, toch? Ik weet het, man. Daarom vertrouw ik het niet. Gewoon aan niemand niet. Behalve, Daan, ik weet niet. Dat is gewoon... Die vibe is anders. Ik zit bij een gang die ik gewoon tevreden heb. Die geen gezeik. Diale ook, Fortecase ook chill. Ja, toch? Ja, man. Dat is van haar. Hey, Jamie Thijs met een euro zegt... Hallo, ik mag eigenlijk niet doneren, maar daar heb ik natuurlijk scheid aan. Jamie Thijs... Wil jij dit alsjeblieft nu letterlijk tegen je ouders gaan zeggen? Kijk wat die ervan gaan vinden, bro. Oh mijn god. Ik geniet altijd van je video's. Ga ze door, man. Succes nog met de livestream. Ik kijk je al sinds je eerste video. Hey Jamie, ik waardeer de support echt. Maar het is niet de bedoeling dat je gaat doneren als je het niet mag, bro. Ook al heb je scheid aan, broer. Doe het gewoon niet, bro. Neem je ouders gewoon met respect. Neem je ouders met respect. Oh my fucking god. Wat doe ik? Behandel je ouders met respect. En ga niet zomaar dingen doen wat niet mag, broer. Maar denk wel van de euro, Jamie. Maar ik vertrouw je... Verdamme kutserie. Wederzijdse man, heb je nog wel wat verschil dan naar vroeger? Is goed. Maat, ik rij nu naar mijn... Naar mijn huis. Aan het stuur. Wacht. Is goed, maat. Is goed, maat. Ik rij nu naar mijn huis. Daar. Oh, Maris. Ja, kijk, het ding is gewoon... Hun hebben me in het verleden toch ook gechefd, toch? Weet je? Ik heb gewoon geen vibe, man. Het is gewoon dat ik het niet vertrouw, man. Maar als Marius gewoon wit geld overboekt... Op mijn rekening staat het er. Kan het niet meer geschenkt, niks, hè? Geen gezeik. En geloof mij, broer... Wacht, ik ga wel even zeggen... Ja, ik heb nu nog 2k bijna op zak. En dan zeg ik even dat precieze bedrag wat ik heb. Dus ja, man. Ik weet het, man. Als het zo kan... bedoel, vanuit mijn positie is het sowieso niet te doen om te gaan rippen, toch? Om te cheffen, om te scammen en zo. Ik bedoel, hè? Waarom zou je dat voor 1700 mensen doen? Ah, iedereen kijkt, broer. Nee, ik ga dat niet doen, man. Ik wil gewoon dat het netjes gaat. Dat is gewoon waar ik waarde aan hecht. Ik wil gewoon dat geld hebben. Ik heb het eerlijk verdiend met Char en Mel. Ik wil het gewoon hebben. En ik wil niet dat ik op het laatste moment geschenkt word. Omdat iemand het weer leuk vindt, weet je wel. Daar heb ik geen zin in. Mensen hebben te veel plezier aan om mij te naaien op stream. Ja, daar heb ik echt gewoon schijt aan. Daar ga ik niet meer in zee. Ik vind dat zo kut. Ook met cadeautjes. Ik heb een cadeautje voor je. Ik ga dat niet meer accepteren, man. Ah, maar een paar mensen die gewoon real zijn. Zelfs dan heb ik nog altijd mijn vraagtekens, man. Nou, ik ga maar eens niet schetsen, hoor. Ik wil gewoon dat het goed zit tussen ons. Maar hij heeft met zijn gang mij natuurlijk 1 keer goed gepakt. Ook al mag ik er niks meer van weten in de game. Maar ja, in mijn hoofd natuurlijk wel. Ja, ik wil gewoon dat het gewoon netjes kan, toch? Ja, toch? Hey, Loosje Motion met een 2 euro superchat. SO naar chick. Naar je chick. God. Het is mijn vriendin. Niet mijn chick, man. Ja, jongens, Charlene. Oh, niet normaal. En naar Duncan, Mace en Marky. Hey, Marky, Mace en Duncan, jongens. Shout out naar jou. En jij ook, Mootje. Shout out naar jou, broer, voor de 2 euro superchat, boy. What's up? Bam, brr, boom. Ik doneer je en je skipt me gewoon. Ey, Mootje, broer. Ik ben aan het streamen, bro. Ik moet dingen regelen, maat. Dus ik kan niet continu donaties oplezen, man. Ik lees ze altijd op, broer. Dank voor de 2 euro superchat. Nu was ik gewoon eerder dan dat hij in beeld kwam. Besef je die? Hoi, yo. Ja, toch. Niks hier, hoor. Zo met blokjes, dat is deftig. Er is ook nog niet een hele keten hiervoor. Dat scheelt ook weer gezeiken. Ja, toch. Right. Ik ga eerst even kijken.
En toen dacht ik... Hé! Hey! Oh mijn god, Wout! Ja man, ik ga de deal even doen. Ja toch, uit. Ai. Ik ga heel even mijn zwart geld erin leggen. Schat! Maar die zit niet in de porto, denk ik. Kut. Even een watertje zuipen, ja toch? Ik ben ziek, maar je maakt me weer blij. Hey, Riley, spreek het goed uit? Hey, beterschap gewenst. Beterschap. Thanks. Aina. Hallo? Yo. Yo, man. Hey, Moosje, wat's up, man? Die vrouw bij jou zit wel lang in de kledingwinkel, man. Ja, vrouw, hè? 592.683. 592. Ik heb een vraag, hè. Ik heb zo'n klein tasje. Die staat bij t-shirt. Ja? Maar als ik voor gewoon met opslag, extra opslag, moet ik wel door gewoon een tas erbij. Ja. Hij zei even emotie, thanks voor de 2 euro, maat. En Daan ook met de euro superchat. What's up, man? Thanks, boys. Plus 1,5 ton. Ja, die heb ik erop gezet. Erbij gezet, bedoel ik. Kijk, die... 592.000 afgerond. Ja, 93, maar ik doe 92. We hebben ook nog ziek veel kook, jongen. Niet te geloven. Oh, 83 zakjes, hè. Dat is ook gewoon... Hoeveel kaas is dat? Hoeveel verkoop je kook meestal? Ik weet het niet eens. Ja, bro, ik ben soms te laat, dus kijk ik 2 keer de hele live in 1 keer. Hey, Marieke, shoutout. What the fuck? 592k, jetta. Heb je Anker al geschetst? Nee, dat gaan we nog doen, man. Dat gaan we nog doen. Ja, Tristan, ik heb met Maris kunnen afspreken dat hij het eerst overmaakt. Zodat ik niet geschetst meer kan worden. Dus, ja toch? 472k krijg je van mij. 472k, is dat het waar? Wacht. Ja, Julia, shout out voor de zakjes. Ik ga het gewoon even gaan narekenen. Wat is het? 592.000 door 100 keer 20. Want dat gaat af. 118.400. 118.400. Ja, ik weet het niet. 118.400. Min 118.000. Is. Maar is vieze vuile. Goh, hij heeft een duizendje minder gerekend. Oké, dat is goed. Wat? Ik kom zelf uit op 4736. Ga ik mieren neuken? Ah, vriend, het is zwaar verdiend geld, maat. De zee, koop alles leeg, rit met de leek, planga caché, ja toch. Balenciaga, dubbele G. Hey, Noordhoven met de Ergo. Hallo, ik ben bezig met mijn eigen 5M server. Zou je een keer willen checken? Alvast bedankt en zo naar je... Bro? Ja, schat? Mag je ook gewoon, ik heb nu dat kleine tasje, als ik dan een onzichtbare tas doe, mag dat dan wel? Jezus. Ja, ik zie er niet zo'n probleem in, het lijkt me sterk dat niemand. Ja, maar mensen in de chat zeggen van wel. Ja, het is wel een beetje onlogisch natuurlijk als jij planten in jouw handtas stopt. Ja, ik weet het ook. Ja, maar je hoeft niet altijd een tas op je rug te doen als jij zakjes bij je test gehad. Ja, weet ik. Dus dan kan het wel. Maar ja, dan koop je gewoon inderdaad een losse tas erbij. Maar ik moet heel even uit de porto, schat. Ik zie je zo. Ewa. Buongiorno. Ewa. Ik krijg net nog een appje. Hoppakee. Oei, joh. Uit, man. Ja, bro. Laten we gewoon als echte mannen gewoon elkaar te vriend houden, toch? Ja, iets goed van mij. Kijk, ik vertrouw jou. 100%, bro. Ik heb jou liever als vriend dan als vijand, man. Dat is. Hoeveel was het? Ik zit even na te checken. 473.600. Ja, ik ga zo meteen ernaast. Zegen, hè? Alsjeblieft. Yes, ik heb het, man. Hoe ga ik het veiligst doen? Gewoon alles in één keer op zak nemen? Of hoe wil je het? Ik kan mee naar binnen gaan. Ja, dan doen we dat wel. Want dan. Let's go.
Hey Noordhoven, team voor de Eurobro. Alleen ik ga niet voor promotie of iets op andere servers, man. Ik heb bij TDA ook gewoon een YouTube-rank die ik graag wil houden. En op TDA heb ik alles, man. Ik hoef niet echt op een andere server. Ik vind het heel aardig van je dat je het aanbiedt. Alleen, ik doe daar gewoon helaas... hoe zeg je dat? Helaas, ik doe daar helaas niet aan. Ik doe daar gewoon niet aan. Want ja, ik blend gewoon lekker op TDA, man. Kijk eens. Holy shit. Ja, trappen, man. Heb jij er al uitgenomen? Nee, man. Het zit allemaal in de kluis. Ik hoop dat de rest gewoon erin blijft. Dan kun je het gewoon eruit halen. Tuurlijk, joh. Schatse de zee. En hoe, ik zie jou wel even een dikke Ferrari hebben, trouwens. Gaat goed, volgens mij. Hij is niet van mij, man. Hij is gewoon een stoppelen. Tuurlijk niet. Wat dan? Ja, ik dacht het. Top, dat was het. Uit, man. Kijk, vlak, ik nu weet we weer vertrouwen elkaar. Ja, bro, het is gewoon puur, jongen. Ik vertrouw niemand meer in deze stad, man. Dit, gadverdamme. Vroeger die dingen. Ja, nou, ja, die mag ik niet meer weten, maar... Ja. Oh ja, zwaar ook. Ja, man. Maar ja, hey, even knuffeltje dan. Dus ja. Nee, goed, nou, blij dat we gewoon goede zaken kunnen doen, toch? Uit. Hey, als er iets goed, is, laat me weten. Ja, nee, is goed, man. Dat komt goed, man. Wacht, Marius, ik heb nog een vraagje. Voor op eiland, hè, want jullie zijn er wel vaak. Kan ik daar niet gewoon bij jullie een regeling hebben dat ik gewoon kan plukken of zo? Als ik bij jullie leef. Ik zag nog dat je als klant stond in het systeem bij Alba, maar ja, Alba heb ik niet zo. Ja, die is al een tijdje weg, denk ik. Ja, dat is toch iets anders. Dus, ja, ik weet niet, kan wel als je. Het is mega, maar de personen die leveren, die kunnen dat wel. Ah, oké. Okay. Ja, iets nee. Nee, is goed. Dan, ja, ik bericht jou dan wel gewoon vooral als je het hebt. Dan is goed. Jo, is goed, man. Hij is goed, maat. Weten en dan thanks, man. Yes, man. Doe veilig met dat geld, hè. Heen en weer, hè. Yo, yo. Hi, top. Waar ben je? In mijn appa. Heb het geld, schat. Kom hierheen, dan geef ik het. Oh, dit voelt gewoon goed. Ja, en dan zie je net dat alle mijn mesjes eruit zijn. Nee! Ja, Marius is gewoon... Kijk, het is niet dat ik Marius niet vertrouw. Het is meer dat ik door andere mensen die ik ook gewoon vertrouwde, genaaid ben. En daardoor zit er een dingetje van... het is een game. Het blijft een game. Mensen kunnen gewoon even doen, weet je wel. Edwin. Hoe heb je alweer zoveel? Ja, Marius heeft het afgesproken bedrag overgemaakt. Hey. Maar alles zit erin, jongens. Kijk, alles zit erin. Bed, switchblade, de zakjes... Alleen de zieke bedrag zwart geld is eruit. Dus ja, man. We hebben gewoon 7 ton, hè. Oh, niet normaal, gast. Er gaat wel 3 ton vanaf. Dus dat is wel een dingetje. Want Shark krijgt haar deel en Mello ook natuurlijk. Dus hoe zeg je dat? Dus dat. Dus die moeten we nog verdelen, man. 157.000 euro is het voor Shark en 157. Iedereen houdt 157... 157 euro over. 1000 euro over. Nou, dat is jij. Ja, toch. Right. Ik doe even mijn porto weer aan. Schat! Ja? Kom je naar huis? Dan krijg je geld van me. Ja, ik ben onderweg. Top. Right. Even zien. Oké, 403. Ik heb precies het bedrag gedeeld door 3. 157.800, dus ik maak er 158k voor. Ach, omdat het Char is, krijg je 160 van mij. 160k. Maar als je M19, die is al lang weg, man. Verkocht aan Ilias. Eit, man. Lijp, hoor. We zijn gewoon bijna miljonair, joh. Het ding is... oh, hier zijn die wietzakjes trouwens. Het ding is... wat ik wil zeggen... Aan waarde zitten we natuurlijk hoger dan wat we nu hebben... Want ik heb deze auto, motor. Ik heb alles eigenlijk wat ik nodig heb. Dus al mijn geld gaat nu... Niet kijken, niet kijken. What the... Sorry. Schat, wat... Ai, no. Oké, jij ziet er echt. Wacht even, wacht even. Wacht, kan je even een rondje draaien, schat? Ik ga even een andere auto aan doen, weet je. Zo, damn. What the... Ja, schat, die ziet er goed uit. Dankjewel. Niet alleen hier, ook in Jutta. Even zien. 7, 4... wacht, schat, dus slash me. Even voor de zekerheid, want dan kan ik het gewoon zien. Anders ga ik de kloten. Hey Joey, wat is dat? 7477. 7477. Kijk eens, mevrouw. Zo.
prettig zaken te doen, hè? Gelijk een hoppa. Stukje... Ja, lekker. Rijk oudje, rijke bankrekening. Gaat lekker met jou. Ja, voor sparen. I don't know, man. Ja, ik was wel even kleine bang, zeg maar. Maar ik heb het kunnen regelen dat het chill ging. Ja, hij had gewoon hier overgemaakt, waardoor ik zonder stress... Ik kon hem gewoon zelf schetsen, hadden we gewoon het dubbele. Maar dat gaan we natuurlijk niet doen. Nee. Ja, ik is goed. Voor, hoe heet dat? Ja, ik mag de... Nee, kut, ik mag er niks over weten. We hebben ook dan iemand die we misschien wel kunnen vertrouwen, maar ja... Ja, het blijft altijd een ding, hè. Als we dan vaak op deze manier kunnen doen, zou dat top zijn. Ja, ik zou nooit iemand schetsen. Ik heb liever dat ik deze personen gewoon continu als vriend kan houden. Meneer! Maar, Yo! Yo! Yo, man! Hey, van wie is die oude RS6? Die is van een vriend van mij, wat dan? Oh, die is wel mooi! Ja, klopt, man! Die bo-rent van jou trouwens ook! Gekke bumper voorop! Thanks, man! Wacht even hoor, even checken, wacht even. Huppakee, oh, niet rijden alsjeblieft. Oh, ik val eraf. Wat is dit nou weer? Hop. Ja, die zit er goed vast. Ja, toch even voor de zekerheid. Hè, straks glijdt er een eraf of zo. Heid, man. Ja, man. Holy shit. Zo. Oh, what the fuck. Heid, man. Hey, succes met werken, maat. Dank je wel. Yo. Yo. Schat, nu ik dit geld weer op mijn bankrekening zie, heb ik wel echt motivatie om weer snel geld te maken nu. Ja, dan moet... Kijk, weet je wat het is? Nu moeten we ook gewoon doorzetten. Gewoon weer dit doen en dan... Hè, dan... Dus goed, wat we nu gaan doen is denk ik verkopen, of niet? Oh ja, ik heb serieus gewoon nog 80 zakjes in mijn appa. Dat is niet normaal. Ja, en ik had ook nog iets van 30 volgens mij. Oh, echt? Maar, oh, dat is nice. Ja? We moeten ook eigenlijk weer plukken. Ja, dat zaakje moet eigenlijk door. Maar ik snap de pluk van vandaag niet. Want Mef was actief, hè? Om 9 uur. Ja. Of zoiets. Even kijken. Ja, wat wil je doen? Wil je nu verkopen? Of dat... Ja, dat... Ja, ik weet niet of het nu heel veel zin heeft. Ik misschien even eiland. Zullen we even snel eiland? Ja. Lijkt mij wel goed. Ik ga ondertussen even rondvragen voor een pistooltje. Kijken. Ga je mee, eiland, Wout? Kan wel. Ja. Kan. Zo. Als we nu even een bootje vol hebben, dan kunnen we weer nieuwe zakjes halen. Ja, zullen we doen? En dan weer even weer verkopen. Ja, laten we eerst maar plukken inderdaad. Anders zijn we weer leeg en dat. Ja, nee, dat is goed. Even nieuwe voorraad binnenhalen. Moet je nog veel plukken? Nou, we hebben helemaal niks meer. We hebben alleen zakjes. Dus Ja, is goed. Allright, dan gaan we ook even vriend ophalen, die kan even meevaren. Ik zou wel je... Heb je nog dingen of zo? Ja, die shit. Ja. Ik zou die voor de zekerheid in de appa leggen, Wout. Of in je auto of iets. Ik zit even mijn wietzakjes. Ik heb nog wietzakjes. Die heb je nog in porten. Jazeker. Schat, ik ging gisteren even een Yoshimite verkopen. Ik zie gewoon 11 gratis wietzakjes. Dat is toch weer 3k of zo. Ja. Even kijken. Oh, waar is die guy? Ik ga hem nu even sparen. Ja. Dat is de longfin. 3 ton ongeveer. Nou, nah, ik denk als jij je best doet dat je voor 62 ook krijgt. Ik moet wel geld overhouden namelijk. Maar dan ga ik denk ik even sparen voor een longfin. Dan kunnen wij allebei elke keer namelijk zo'n longfin vol meteren. Nou, dat is gewoon 600 kilo, hè? Dat is gek. Ja, daarom. Dat is gewoon goeie. Nou, dat is denk ik voor jou ook wel de beste optie om te doen. Want je hebt op vasteland heb je dinges, die Camacho. Ja. En dan op eiland misschien nog daarbij een keer even... Oei, joh, een voertuig. Ja, een ander voertuig erbij, ja. Ah, maar gewoon een Yoshimite. Een bootje. Ja. Een Yoshimite is niet zo heel duur, dat is 45k. Ik zou eerst focussen op die boot, inderdaad. Ja, die heb ik nu ook toch. Ja, daarom. Gewoon een tweede erbij, zit je al wat chill. Hoep, en we gaan dood. De grip viel weg. Ik heb pijn in mijn rug. Gaat het, schat? Nee. Oh mijn god.
Je maakt wel ziek of niet. Ik ga niet liggen. Hoe gaat het met jou? Oh. Gaat goed. Ja, gaat wel. Gaat. Maar ik kan met mij. Ik kan niet rijden. Ik zat veel te nonchalant te rijden. Hebben jullie ambulance nodig? Ah. Ja, ik heb alleen vol last van mijn nek. Dat is niet goed eigenlijk. Okay. Oh jee. Rijdt hij nog? Hij rijdt nog wel, inderdaad. Maar... Oh, kijk uit! Oh! Holy shit. Ja, misschien kunnen we beter even aan de kant gaan. Ja, ik zet hem even iets hier rechts. Oh. Ik zag dat paaltje helemaal niet. Ik reed veel te nonchalant. Hebben jullie ambulance? Ja, ik weet niet. Char, gaat met jou goed? Ja, wel een beetje last van mijn rug. Wacht, ga jij eens even op de grond liggen, dan geef ik jou even een massage. Mij valt wel mee, het is wel gelukkig een veilige auto. Ik heb wel een beetje verband in mijn auto ofzo. Maar ga jij maar eens even liggen. Liegen? Ja man. Die packet in je auto, ja maar hij rijdt nog. Alleen bij rood knipperend heeft het zin jongens. Je krijgt niet... Ja man Mel! Ik was me even kwijt. Ja, dat geeft niet. Ik ga even kijken. Even jou doen. Misschien kan je... Slash wie geeft pets op kont. Zo schat, je kan er weer tegenaan. Ja, ik voel me gelijk een stuk beter. Ja, nee, ik kan goed baseren. Ja. Het is dat weer het echte relatie, want anders kan het echt niet, man, boys. Niet bij rennen vrouw in Teda genoemd. Right, zullen we maar even de auto repairen? Als je weer last van je rug hebt, moet je maar eens even zeggen. Ja. Slash moe. Ook weer last. Schat, niet zo doen. Ik moet... Oh, ik was stuk. Wacht, is Wout nou de stad uit? Wacht. Dat is mooi. Dan pak ik even zakjes erbij. Oh. Oh mijn god. Ik ga stuk. Mello. Slash niet voelt aan leuten. Oh shit. Hier, de auto is open. Oh. Alleen zijn jagers op dubbele geef. Hey Tigo man met de 2 euro zegt, joh man strijden, ga ze door. Hey Tigo, shout-out naar jou voor die fucking 2 euro donatie maatje. Wat een lof gast. Nou, dat waren toch 4 zakjes weer. 1600 euro. Toen maar hoor. Waar gaat die auto nieuw? Oh, jij zit er weer in. Fuck, je moet er weer even uit. Wacht op hem, ik denk dat hij de auto is gegooid. Oh nice, wacht. Ik ga heel even snel langs ANWB, of Tune Store hier. Kan ik hem even repareren, hè? Maar ik heb wel weer 1600 zwart. Ja, dat stash ik maar ook gewoon weer. Het is toch weer 1600. Ja. We moeten nu al het geld er gewoon weer in flikkeren, inderdaad. Ja, ik heb hier ook 700 gevonden. Ik heb van de gratis wietzakjes. Ik had er 11 gewoon gepakt. Oh, paalt. Oh ja, nog een paalt. Smie masseert de verkeerde lippen. Hey, waarom is dit dicht? Wat schat, staat bij het? Loop eens net. Juist, top, dank u. Oh, sorry jongens. Kijk eens, hem, top. Ja, ze doen alleen de deur open voor mooie dames, dus vandaar. Oké. Oh, doe maar weer zo. Oké. Ja, geef toe, die was wel goed. Sorry. Ja, dat bedoel ik. Hij heeft even Wout ophalen. Nee! Weer hetzelfde! Oh, die auto is met een slagschip in de lucht, jongen. Oh. Ik ben blij dat de panzer op zit. Ja, die heuveltjes, dat kan je niet meer sturen. Is Wout er? Ah! Leuk. Ik zet even die zwart gat weg. Heb je een foto van Char? Jazeker, moet je kijken. Hoppa! Wat? Ze heeft alleen die nog niet geplaatst. Ik weet niet of ze dat mag doen. Waar de fuck reed ik nou weer heen? Godverdorie. Oh, heeft Marius nog een dingetje? Hè? Ja, man. Kom, eiland.
Oh, hij laat zijn... Ja, man. Ja, die SQ-7 is fully, man. Met panzer ook. Ja, dat hadden we wel nodig. Anders vloog ik denk door de voorruit heen. Gadverdamme. Schat, moet ik jouw zakjes ook wegleggen of doe je het zelf? Oh, ja, ik leg ze wel even. Bye. Dat is goed. Right. Oké, okay, let's go. Mie schot Mello de chat uit. Oh. / Mie geeft Mello draai om de oren. Hey Diallo. Yo man, sorry. Heb al kunnen wassen. Heb je maybe iets van wapens? Koop? Dan gaan we gewoon bij Diallo wapens kopen. Ik bedoel, als ik niet kan wassen, wil ik wel even iets kopen bij je mee. 1600. De eerste fucking zwart geld wat er in komt, jongens. Let's go. En even die wietzakjes. Oh, what the fuck? Ik drukte toch op typen. What the fuck was dat? Hi, Jamie is goed bezig. Is goed, maat. Ja, die is gekke man, jongen. Geen voerouwe moet. Ja, ik heb maybe plek. We zijn al met hier. Aishar, we moeten eerst even eten en drinken halen. Bij wie heb je gewassen? Bij Marius, man. Yo! Hey, hey, succes nog met... Eiland, ik ga de stad hebben. Is goed, Wout, jongen. Hey, ik spreek hey, het mazzel, mazzel. Yo. Hey, Buikje en Jamie gaan mee. Als je voor me naar land komt... Ben, kom. Hey, even snel wat eten en drinken halen en dan gaan we die kant. Oh. Ja toch. Ja toch, let's go! Dus Mie geeft kus, ja man. What the fuck is dat dan? Oh, hij doet nieuw bericht, oh dat. Is goed. Ja toch. Ja toch man! 160k nog eraf, heb ik 370k of zo. Ja, maybe dat ik mijn motor even verkoop, man. Denk het wel. Heel veel eten halen, hoor. Heb gisteren Ulcimite gekocht. Hey, Sippen, shout-out naar jou, maatje. Ja, man. Ik had toen ook gelijk wat zakjes wiet nog gevonden daar. Ja, dat is toch weer mooi om mee te nemen, hè. Shit, hé. Hey. Die schoenen zijn dik ook, hè. Potverdorie, hé. Hey. Was jouw oneindig spullen in je appa? Nee, 450 kilo in totaal, man. Maar met geld wel oneindig, denk ik. Of je moet het 100 miljoen neerflikkeren wat net niet past of zo. Ik heb geen idee. Nee. Ja, toch. Oh, jongens. Mackie zo meteen. Oh, ja, dat is niet al... oh, kut. Ja, toch? Schat. Ja? Als we nog Mackie gaan straks, ik kan niet al te laat, dan, dan moet ik wel strakjes, ga ik dan met de stad uit. Ik moet nog douchen namelijk. Ja, is goed. Nou, dat komt wel. Ja, dan kunnen we dit op Nina Eiland. Ja, maar ja, ik weet niet of je heel veel kan verkopen nu. We kijken gewoon even eiland, boeien. Ja, okay. Maybe kunnen we nog iets meenemen. Ik heb daar sowieso nog een beetje mef liggen. Half, ja, ik zit even te denken. Ja, die Mac gaat dicht om 12 uur. Ricardo, what the fuck? Ik krijg opeens het... Ha! Precies! Drie fuck... Oh, ik ga stuk. 530k. Wat een strijder, joh. Ik ga stuk. Deze man, jongen. Oh, legend. Oh, die vond ik mooi. Precies heeft die kerel dat gedoneerd, hè. Oh, oh, oh. Precies 530k. Ja, what the fuck. Oh, ziek. Ja, Mel, ik heb je money liggen, broer. Hoe noem je een verdrietig biertje? Desperadeloos. Oh, Mello is weer in de bui, jongens. Mello is weer in de bui. Weet je waar Mello niet in is? In de stad. Ja, nee, is goed. Pak ik de boot wel even. Misschien, waar is de cake? Heeft die dingetje dan? Waar is die lelijkheid? Ah, daar. Hey, Buikie. Oh, nee, dit is Jamie. Waar is Buikie? Buikie.
Maar die kerel is weer laat. Moet je even jerrycan hebben. Hier. Ah, hey, thanks man. Ben er, man? Ah, het even kaken. Even kaken waar de kerel blijft. Gaat hij daar niet? Dat is hem toch? Ja. Pak die lang, Vinji. Ja, wat? Wat gaan we doen dan? Met game vliegt er weer uit, denk oh, ik. Oh shit. Hallo. Ja, wat? Salami. Wie van jullie twee heeft nu de jerrycan? Ik heb hem, man. Dus, zullen we gaan varen dan? Wacht. Ja, toch? Dylan, ga weg bij kleine koter. Nee, man. Hey, back. Oh, daar zit die man daar ook. Die met die leek cowboy, hoor. Ja? Wat? Hij gaat, kan even op de boot staan. Ja, is goed. Ja, plek staat, denk ik. Chico. Oh, ja, let's go. Chico, voor de man. Even zien. Oké, dit is ziek. Oké. Wat een mooie boot. Oh, ik kan niet eens achter stuur. Oh, laat mij maar varen. Weet je wat ik zie? Dat er gewoon fucking hele fucking ding vol zit. Holy shit, broer. Ja, dat heb je van even klaar. Hey, Jamie, jij bleef hier als je erin gaat draaien. Nee, laat hem maar achter, laat hem maar achter. Ik wou die... Is goed met jou. Ik wou die jerrycan erin doen. Nee, dat is grappig. Ja, er zit gewoon 300 coke in, what the fuck? Moet ik hem dan aan één. Nee, dan hoop ik niet dat we gericht worden. Nee, wat de fuck? Wist ik niet. Wat is dit? 300 koos, toch weer 50 zakjes. Nee. Wat de fuck? Max is een backflip. Holy shit, Devin! Ik zie hem al staan, hij komt zo in beeld, broer. Holy shit. Oh, draai. Wat gaan we doen dan? Echt, Noelle? Even lekker plukken, jongens. Hey, Devin! Waar komt hij in beeld? Ik snap er niks van. De GTR! A lot of crash cars! Ja, toch! Gotta get bro! Mr. Rustic Ride! Hey, Devin! Met een 20 euro superchat! En hij zegt, hi Dylan, alles goed, maat! Je bent echt een strijder. Dik SO naar jou, man! Hey, Devin, shout out naar jou, broer. Boys? We missen iemand. Wacht, hij belt me ook. Hey Jamie. Ja? Waar de fuck ben je? Nou, als je het zo grappig vindt, laten we je gewoon achter, Jamie. What the fuck? Nee, ik sta op het strand. Op het strand? Hoe de fuck? Wat? Nee. Ja, ik was uit de boot geflopen. Ah, oké, we komen eraan, Ja, is goed. Yo. Hey Devin, shout out aan jou voor die 20 euro, man. Je bent een legend, man. Super, dankjewel, bro, voor de support, maatje. Wat een gun. Yo, man. Dat had ik er ook wel bij dan. Hé? Ja, ik weet niet wat je mee hebt. Voor Yoshimite. Oh, hoeveel Yoshimite? Mm-hmm. Ja, ik heb twee waggies. Ik heb Macho en een Yoshimite. Ik vind het wel prima. Ik zou gewoon sowieso twee hier minimaal, man. Tuurlijk, voor opslag een busje erbij. Twee Yoshimite. Echt Yuga. Ja. Vind je wel gek, hoor. Geloof mij, het plukken nu is lastig, man. Plukken is lastig nu, hoor. Of hij. Mag ons locatie sturen? Ja, hij is toch iemand bij het begin ook? Bij het strand, zei hij. Hier is het strand. Nou, ja, ik denk dat dat groot strand. Brandy GTR! Ik ga er geen locatie sturen. Ja, hier is hij, man. Jezus. Daar, man. Ja. Hoe? 35? Good moods, ik heb net gewit was, man. Maar ik moet nog 160k aan Mel geven, dus dat gaat er maar af. Laat live, ja, ik weet het de niet. De boot dacht, fuck jou, jij er even uit. Hey, je kan nog zitten, man, bankje is vrij. Ja, toch? Yeah. Yeah, ik zit even te denken, het is nu 10:45. Ja, dat wordt 10:15, jongens. Want ik moet douchen nog. Ik heb gewoon sport. Ja, we sporten weer, jongens. En dan moet ik wel even goed douchen, man. Ja, toch. Hey, Chris, wat's up, maatje? Dubbele G. Hey, Chris, say bye. Met een drie daarna zeg ik... kun je niet even die achtergrond doorsturen naar me? Hey, Chris. Even zien. Oh, is goed, man. Chris.
Die achtergrond is van mijn vriendin. En weet je wat jij ermee kan doen? Ben ik weer. Kijk. Zie je dat? Ja, het zag. Hé, broer, ik ga toch niet ook van jouw vriendin achtergrond vragen. Dat is een mooie foto, dat gaan we niet omliegen. Dus dat snap ik sowieso. Maar nee, man. Ja, ik weet niet of Charlie gaat posten. Als we hem posten, dan heb je hem sowieso. Maar thanks, Chris, voor de 3 euro, man. Op mijn scherm is die grote eruit. Eruit? Ja, echt. Nou, bij mij staat hij nog lekker. Op mij. Hij vliegt eraf. Oeh. Slijm heeft een nieuwe... Ik heb een Garnu, man. Dus ik wacht even op Diallo, man, wat hij in de aanbieding heeft. Alles behalve Miniak vind ik wel nice. Alleen Scorp is een beetje... Ik denk dat ik het helemaal kritisch. Ik weet niet of dit een slimme Garnu is voor mij, man. Want het is gewoon dit. Weet je wel? En ik schiet sowieso als scheef. Laat staan met een Scorp. Yes. Ja. 276 ook. Ik koop Scorp gewoon free. Hoe bedoel je, Jamie? Ja, ik wou net die jerrycan erin zetten, toch? Kijk, dan zet ik jou hier midden op de oceaan. Nee, Dylan die zei het net nog. Wat? En nu staat hij er weer. Huh? Dat toen ik net in die koffiebak ging kijken om die jerrycan erin te doen, toch? Ja, boys, we moeten niet geript worden, man. We moeten die boot gelijk wegzetten, eigenlijk. Ja, maar dat is zo last van een kleine aanval. Dylan, weet je hoe het ook aan erin. Ja, shot hier. Ja, 280 of zo bijna, ik weet niet, weet je? Ja. Ja, was nog van gisteren blijkbaar, man. Jetta. Hey, buikje, laat mij de laatste stuk varen, kan ik gelijk wegzetten. Oh ja. Ja, die boot maakt herrie, man, hebben jullie dat ook? Ik heb gewoon bij de F8-spier dat ik het staan. Hoe? F8-spier. Kun je het zeg maar vlakken zetten? Maar stel, ik heb het op 1 staan en hij is dat hoort. Oh, zo dan. Ik hoor gewoon iedereen prima. Ik heb hem op 5. Nou, vanaf hier mag jij varen, jongen. Hé, hey, maar ik had hem op 20. Ik denk, waarom hoor ik die boot zoveel harder dan jullie, man? What the fuck? Het is beter, man. Alsjeblieft, dat is sterk. Ja, man, dat is wel goeie. Nu hoor ik jullie veel beter met ik varen. Ik begrijp niet waar je er nog staat, maar bro, ik moest elke keer wanneer ik ging varen, kon ik gewoon niet bellen en shit, man. Hij weet hè. Holy fuck! Hey, wat? What the fuck? Nee! Oh nee! Wacht, leef je nog? Is hij? Ja. Huh, waar is hij dan? Oh mijn god! Hij is hier links. Wat? Zo, dit was. What the fuck? Holy shit, bro! Oh, dit! Hij is hier. Wacht, waar is die? Huh? Oh mijn god. Hij is hier letterlijk daar. Dit ging ook maar net goed hoor. Wacht, ik doe even mijn geluid toch ietsjes harder. Even 12 of zo. Zo, wat heb jij een mooie wagen? Hé, waar is die nou dan? Oh, daar. Zo, dit ging ook maar net goed, man. Wat de f***. Ik dacht dat ik dood ging. Ja, dat dacht ik ook. Waar? Ik ga even... Komt iedereen Porto 1, 2, 5? Ja, is goed. Dit is nooit wat dat hij... What the fuck gebeurde daar, man? Heen. Hey, is er nog iets actief geweest? Welke Porto was het dan? Welke Porto? 1, 2, 5, 8, man. Mef Rotonde was laatst, man. Een uurtje geleden ongeveer. Ja? Ja, man. Ik weet niet wat er nu is, man. Even kijken. Oh mijn god. Ik wil een motor heb je. Heb je een motor plekje? Thuis, of vasteland? Nee, gewoon. Heb je geen lampje? Oh ja. Ja man, dat is kloten. Ja, ik had toen straks tegen een boom gereden volgens mij. We waren lijpe shooting. Ik weet niet of het aan mij ligt, bro, maar ik hoor sommige stemmen haperen, zeg maar. Hoor je mij ook haperen nu? Ik hoorde je net wel even zacht. Oh, wat de f- Wacht, ik word heel veel gebeld hoor, 1 seconde. Yo, Diallo man, what's up? Yo, wij hebben 1 grote AK te kopen en een mini AK. Ja, dit is wel zuur man. Ja, dat is wel. Ik denk, ja, dat wordt hem denk ik niet man. Ik heb sowieso niet genoeg voor een grote en mini AK is een beetje fucked up. Is goed man. Ah, het is goed man. Ja, klopt man. Die mini AK is fucked up, die wil je niet hebben. Nee, daarom. Alleen voor eiland.
Als je iets anders hebt straks of iets, yo, hit me up, dan... Ja, dat is goed, man. Ik laat het weten, ja. Hey, man. Yo, yo, yo. Hij verkocht een grote Diallo. Ja, man. Wie? Diallo? Hey, Diallo verkocht grote. Oh, ik ga hem gelijk bellen. Ja, man. Oh, ik kom nog. Heb je Diallo's nummer? Mm-hmm. Zou ik hem bellen nu? Ja, doe maar. Hey? Oren open doen, Koray. Huh? Oren open doen. Yo man, ik heb iemand die die grote wil kopen. Zit nu in de auto bij mij. Ja, 5,75 kan die. 5,75? Ja man. Ja, is goed dan. Hey, vind je dat goede prijs, 5,75? Ja, best. Hij vindt het goed, man. Ah, hij is goed. Zou ik jouw nummer dan? Via jouw collega? Ja, stuur maar mijn nummer naar. Ja, is goed. Doe ik dat. Goed, man. Yo, yo. Hier, wacht. Ik pak zijn nummer er even bij. Dan kan je hem even appen. Kijk. Zoeken. Jezus. Zo, ik heb typisch veel contacten. Wat de fuck? Waar is die Jalo? Hey, Sippen, ik ga zo meteen je donut oplezen, man. Wacht even. Bij de D. Smurf. Hij, Yo, man. Hallo? Ik vlieg de stad. Yo. Oh, huh? Ja, cool. Yo. Hey, hoezo heeft mijn macho van die sterren en jou er niet? Sterren? Dat is een livery, man. Ja. Is er nog iets actief geweest of niet? Rotonde, hoe heet dat? Nef. Wat lach je? Broer, die mag het helemaal stuk. Die mag het helemaal stuk, om één vraag. Je komt uit het niet spoelen, broer, je zegt, hoe gaan die sterren weg? Ik heb dit zwakje net en ik ben net in de stad toch daarom. Ah, ja. Dit is een sticker, man. Moet je hier op eiland hebben zo'n... Ja, ja, klopt. Ja, toch. Hi, thanks, boys. Hey, jullie zitten met 4 man in de buggy, wat de fuck. Gangbang. Ja, doen. Kan je het nummer invoeren? Dan lees ik hem op. Ja, ik ben klaar. 06? Ja. 4-2? 1-9? 2-2-4-0. Ja, top. Helemaal top. Mini-AK is... het is een gun, maar ik heb het liever een ander. Hing. Nou, ik ben benieuwd of er nog iets actief is. Hey, Sippenkat met een 3 donatie met 4 zegt... Yo man, doe ermee wat je wilt. Fijne stream. Hey, Sippen, komt ik helemaal goed, maatje. Hey, tegen de 3 euro, man, Sip. What's up? Wat Sip? Ah, die is niet rap. Zeker. Rassip. Oh, Jay moest mini AK hebben. Ja, maar ik ben niet nog fuck op fuck Jay. Broer. Ik ben zo niet... Ja, sowieso later wel vanavond. Waar de fuck is Jay nou? Wanneer heb ik ja. Ja, is goed. Nieuw. Ga je meedelen? Hm? Waarin? Met die dutch van deze man. Broer, met bodycamming zou het niet doen, man. Nee, dat zeg ik niet, maar ik ga even doen. Ik moet zo straks de stad uit, man. Dus dat wordt wel lastig. Nou, gisteren. Ja, ik moet nog douchen en Mackie pakken, toch? Die is dicht straks. Ja. Nee, joh, dat meen je niet. Ja, om 12 uur sluit die altijd. Ja, ik wil er nog wel even heen. Sinds wanneer? Ja, ik weet niet. Ja, misschien verschilt het. Maar die van ons gaat altijd om 1 uur of... Nee, 12 uur of zo. Door die corona shit, man. Voor mij is het nog een 4 uur 5 over. Wat? Wacht, laat me even checken. Wat? Niks uit. Ja man, mijn om 12 man. What the fuck? Eerst was dat ook altijd 2 uur s'nachts ofzo. Het ligt aan regen. Wat is er? Ja, die corona shit ofzo. Ah, ik heb ook iemand die mini AK wilt. Mini AK? Gestuk. Hey, Diallo. Ja. Die mini AK, hoeveel vragen ervoor? 82. Ah, ik heb nog een mattie die waarschijnlijk die wil hebben. Weer. Dus... Laat hem ook maar gewoon een bericht sturen. Ja, is goed. Dan, ja, toch? Ja, yeah, toch? Hey. Is goed, maar sterren. Yo, yo. 82. Ik kan een gun halen bij Alba. Ja man, maar ik wil even... Van mini AK. Ah, dat is wel redelijk toch? Of is het duur? Mm, 260. Nee. Ik wil liever een 19 halen. Ja man, ik wil ook pistol of...
iets kleins, man. Shotty of zo die snel weg kan doen. Hmm. Dat is best. Ik wil onze eerste eilandje doen. Ja, man. Ik heb mij dat weer 2 dagen gedaan en ik heb alweer... Je hebt toch Millie nu op de rekening? Wacht even, ik moet die koppen even brengen, hoor. Twee mensen boeken. Als je die verkoopt, dan heb je Longfin Easy, een paar auto's, hou je echt nog wel geld over, denk ik, hè? Koop voor 3 ton. Dat ik hem inkoop, zeg maar, en dan weer doorverpast voor 3 ton. Oh, ja, Jay kijkt de stream, ik weet het wel. Maar Jay is wel gunnen, nee man. Hij mag gewoon lekker met 82. Hey Dylan. Oh. Bij jou ook... Bij... Hallo. Hallo? Hij is druk op de telefoon. Yo, man. Oh, ja. Ja, soms is mijn internet in mijn hoofd een beetje gaar. Dus ik dacht, nee, word ik nou weer de stad uitgeflikkerd? Mm-hmm. Nee, maar ja, helemaal kut weer in mijn hoofd, hè? Wat? Ik snap er helemaal niks van. Ja, ik weet dat. De GGD heeft mij ook positief getest. Voor corona. Gadverdamme. Hoe oud ben je? 11. Maar... Oh ja. Het is helemaal kut. Ja, het is... Ik ben ook bijna de luk mijn CITO doet. Ja, dat is helemaal kloot. Ja, je kan nu dan ook niet. Niks actief, hè? Nee. Ja. Ja, man. Ik hoop wel dat je een beetje snel eroverheen komt, man. Wanneer heb je... Gisteren of zo dat je positief bent, of? Nee, eergisteren op vrijdag. Ja. Toen werd mijn zelftest positief getest omdat ik echt hoofdpijn had. Ja. Maar weet dat? Toen ging ik die middag ging ik ook gelijk naar de GGD. Toen werd ik positief getest. Ja, kijk, ja, het klinkt heel raar om te zeggen, maar het is wel chill dat je nog jong bent, zeg maar, weet je. Natuurlijk, ja, dan dat je niet. Maar heb je verder onderliggend iets of zo? Of ben je gewoon helemaal kerngezond, zeg maar? Ja, maar. Heb je zeg maar echt hoofdpijn, rug. Rugpijn? Oh ja, benen. Dat zei je ook, hè? Ja, dat begrijp ik niet. Heb je dan gewoon spierpijn of zo? Ja, spierpijn, maar ik denk dat het gewoon door groeispunt komt, toch? Ja, broer, ik. Ja. Ik weet niet hoe lang je bent. Hoe lang ben je als je 11 bent? 1,56. Oh ja, ja nee, jij groeit dan sowieso nog wel even goed. Deze kerel, let op, wordt 2 meter als die... wanneer is het? 18, hè? Voor het laatste groeien. Is Salena dit, links? Ja, die... Wacht even, doe wat leuk. Hoe? Wie zijn dat dan? Dat zijn vrouwtje. Schat, ben je nou weer aan het repareren? Ja. Wacht, doe ik het ook even. Slash hoef. Nee, natuurlijk. Bij Dylan doe ik dat niet, alleen bij jou. Maar ik moet even reparatiekit passen. Oh, die zit niet hierin. Kut. Char? Alleen dan moet toch even doorpassen. Kan jij... je hele bumper ligt er ook af. What the fuck? Ik ben 1,95. Ja. Oh, what the fuck, Duncan? Lange pinda. Nou, ik ben 1,90, broer. Ja, nee, ik helemaal niet. Hey, Chris, wat's up, maatje? Hey. Maar alleen zie jij als een dubbele G. Hey Chris, met het rust, zeg mij niet serieus nemen. Ben niet in 100. Is niet erg, man, Chris. Wat is je sterrenbeeld? Ster. Mijn sterrenbeeld. Wat is je sterrenbeeld? Oh. Ster. Niks meer. Wat? Capricorn. Mijn 17,186. Oh, nice, Joey. Ik denk dat ik. Ik weet niet hoe lang ik was toen ik 17 was, man. Ik denk dat hij een P-ster is. Een wat? Een wat? 9,8 meter. Daan, gek man. Dat is niet best man, als je 8 meter... Als je 8 meter bent, hè? Ik wil even dat kan niet eens, wat doe ik? Wat is de hoogste... Of langste mens? Wel 3 meter of zo, hè? Dat is ook insane. 3 meter. Pff. Ja man, ik denk dat er weinig actief nu is. Misschien straks over een uur of zo. Ja. Hey Dylan, echt een tip, hè? Ja, toch? Na de aardbeving is altijd veel actief. Altijd wie? Na de aardbeving is er veel actief. Komt er een aardbeving dan zo? Oeh. Om 2 uur. Hè? 2 uur? Ah, dan gaan we even een Mackie pakken en dan kom ik daarna gewoon weer terug. Dat was gek, dat is handel. Ja, dat is gek man. Vroeger zal je mij meenemen, man.
Nou, Mackie, waar woon jij? Wacht, ik gok Den Haag of zo, Rotterdam? Jij woont daar ergens. Je gaat niet zeggen dat jij Friesland woont of zo. Nee. Is er iets tegen Rotterdam? Nee. Oh, ja. Waar woon jij? Nee, ik woon in Rotterdam. Ja, ik dacht al, waar zou jij nou wonen? Nee, maar ik... Apeldoorn, man. Gelderland is dat. Naast Arnhem. Oh, jij woont Arnhem! Nee, Nijmegen. Nee. Wat dan? Je heet wel Twente. Wat? Twente, het ligt lekker naast. Twente, jij? Ik woon in Twente, letterlijk. Waarom de fuck hebben jullie geen accent dan? Ik heb wel een accent, ik kan Donnie's klapper aan, Neil. Ja, oké. Ik kan ook weer klapper aan als het woord. Ja, maar... Bro, ik ben stuk, man. Je hebt zo'n dikke afkomst, Neil, man. Zo'n dikke afkomst, Neil. Dat maakt het wel mooier, man. Ik ga niet liegen. Oh. Hey, mijn buurtje. Hoe is het ermee? Wie ben boeren van het oosten? Hey. Duke. Gaat verdam, boeren komen met worst, joh. Om de twee, we hebben lekker stamppot praten. Ja. We zitten met drie boeren in Camacho. Op een narcopolis, jongens. Hier, beurtje. Neem de oogst binnen, Ham. Bro, ga jij naar de afkeus? Gaat verdam. Neem de koeien mountain. Dit is boerentaal. Snap je? Ik neem de aardappels hoor. En niet daar. Gadverdam, even de broccoli's binnenhalen. Broccoli's? Hier Annie, heb je het al bemest of niet? Godverdomme, Huub, moet ik er weer doen. Pas op die reling. Ik ben gekke driver, broer. Eiland is mijn tweede huis. Dat is een grapje. Beat me. Ach, dit is een echte hyena, zo. Hier Jonas, kom om. Een kar beat schieten, jong. Een bitch, een ding afvuren. Als iemand brood of water nodig heeft, dan moet je bij mij komen. Is goed. Ga maar man een flink pilsje. Ik heb 11 brood en 8 water. Hier, Buukje. Jij tikt zeker zo heel je krat weg, of niet? Ah, ik tik er wel een stuk of 3 weg, joh. Ja, jong. Grappig, man. Gadverdamme, man, dat is super. 3? Geloof ik geen donder van, jongen. Geen donder. Moet je eens langskomen, jongen. Hier zit een dikke loon, man. Nee. Dan laat ik je wel zien hoe je kat zo dan laat ik je wel zien hoe je moet zoeken, jongen, waar het is. Hoe niet? Daar loopt een dikke speenbeer. Gadverdam. Niet gek, man. Je hebt dat ooit gedacht van Marokkaan dit van. Ja, man, dat is zo mooi. Ik weet niet, ik ben zo prachtig. Hey Henk, een timmer aan de kaarsgeur. Godverdam. Lekker. Een beetje rondlopen op Narcopolis, jongens. Henk, de koen bent bij gelopen. Gadverdam, dat is zo'n Nieuw-Hollander. Gadverdam. Ja, John Deere reden, hé. Godverdam. Nou, ik denk niet dat er plantjes hier komen om te oogsten. Ik denk dat we de boord moeten pakken. Ik denk... Ik denk dat we hier in de zijk zijn genomen. Ik heb een grote AK aan. Die is mooi. Jullie... En een Kalashnikov. Jullie praten allemaal boers. Hier. Zo'n grote AK, hè. Dan gaan we even mee maaien. Dan heb ik het niet over een grasmaaien. We horen ze hem hunten, jongen. Dus even dat gras omleggen. Godverdomme. Hey, Char. Lena. Ja, wat is er? Wij gaan weer van eiland. Ik ga dan ook de stad uit. Maar ja, ik weet niet, wat wil jij doen? Blijf je hier of ga je mee? Ik heb geen idee. Oh. Ja, de boot vertrekt over 2 minuten. Ja. De verkeerde kans. Stik aan de ding, stik aan. Ja, blijf je hier? Stik aan de ding. Ja, ik blijf dan. Oké, is goed. Stik aan. Jonas, knal! Ook. Moet je alleen anders met mij mee? Ik heb een waterpoeter. Ja. Schat, ga je hier de stad uit of moet je een lift hebben zo? Vlam in de kom. Hier. Sorry, wat zei je? Moet je een lift hebben zo meteen? Want dan blijft Jamie hier. Die heeft een jetski. Of ga je hier de stad uit? Nee, ik heb zelf een boot. Oké, dat is ook goed. Lichaam!
Maar ze heeft hier zelf een boot. Hey, let's go, let's go. Pak hem, pak hem. Sven, jongen. Pak hem, pak hem. Zit erin. Kom op, Pieter, pak hem. Hey boys, een beetje snel instappen, Pieter, moet je snel loose zetten, toch? Oh, ik zie daar iemand in de poort op praten. Oh. Gaan we snel doen? Hij is snel. Gelijk, hè? Gelijk, kom. Oké, okay, 3, 2, 1, nu. Waar staat hij? Nu, hij komt. Hij is toch. Hey, erin. Oh, is iedereen? Jamie, als jij ook erin komt. Ik heb toch? Ik stap erin. Ja. Oh, ja, kom. Nee, ik zit er niet in. Ja, kom. Rennen. Ja, toch. Ja, klimmen. Ja, blijf maar. Ik zie geen fuck hier ook. Wat te doen. Ja, er zit een soort van rustige 3 onder koken. Oké, Dylan. Ja, toch? Stop niet in, zeg maar. Wat? Stop eens even. Ik wil voor op een backflip dan, omdat ik het leuk vind. Oh. Moet de show weer ik zie gewoon niks, bro. Het is veel te donker. Ik zie je niet eens. Dit gaat zo fout, hè. Skin dit. Ze weer even over zo'n jetski heen varen of zo. What the fuck was dat trouwens? Oh, what the fuck? Ja, daar ga je. Daar gaat hij al. Hij ligt. Ik moet niet bewegen, meer, man. Moet je hem kieken? De vlieg erheen. Hey, Jordi, what's up, maat? Waar is hij nou? Oh, hier. Hey, Jordi met een 3 is een goede stream, maat. Man, keihard. Hey, Jordi, shout-out naar jou, maatje. Denk maar de 3 euro, maat. Jeremy! Wat zie ik hier? Dat is gewoon echt. Jeremy, oké. Jeremy, ik vind jou super aardig dat je het gunt, broer. Maar het is niet de bedoeling dat je geld gaat overmaken in-game. Omdat je mijn nummertje kan zien via de stream. Dus bij deze laat het ook voor iedereen duidelijk zijn. Niet zomaar geld overmaken in-game. Als je me tegenkomt, is het een ander verhaal. Ik wil het gewoon eigenlijk gewoon liefst niet accepteren. Want dan gaat iedereen dat doen. En je moet gewoon lekker je geld houden. Maar Jeremy, ik godverdomme, Jonas. Jeremy, jongen, wat de fuck doe jij, jongen? Hij maakt even 27 rug over. Doorrijden. Maar het was zo'n random getal, ik snap er niks van. 10k, hè? Geen van stopteken. Hè? Ja, ook eentje van is dit niet gewoon iemand die een waggy code verkeerde geluksnummer heeft ingetypt en dat ik het nu heb? Ja. Dat het zoiets is, ofzo? Doorrijden, ongeluk. Ja, 15k. Salami, hey buitje. Hey Duncan, wat's up maatje? Lange katje, ja toch? Balenciaga, dubbele G. Hey Duncan met 3, Soon Facecam. Doen bij 5k subs, heb je aanraden voor Facecam? Snap je geen... Wacht. Laat me even kijken of die er nog is. Al mijn boetes af te betalen. Hebben ze die enige? Ja, hebben ze die enige? Ja man, deze koude goed. Ze hebben er nog. Oké, Duncan. Aangezien je toch goed gestekt hebt met je... Ja, er zat een dingetje vast. Dat is het. Je moet een Logitech Brio kopen. Dat is een 1080p 60 fps camera. Dan heb je zo'n smooth. Ja. Dat je heb gewoon meer fps. Dat is gewoon mooier. Of je kan hem op 4k zetten. Ik raad jezelf aan om 60 fps te doen. Want als jij fullscreen bent, dit ziet er dan ook allemaal heel smooth uit, man. Dus de Logitech Brio moet je kopen, man. Die is echt goed. Die Android spint. Het is gewoon letterlijk USB kabel erin, bam, doet hij gelijk. Die is echt nice. Ja, love koken. Die is echt nice. Hé, hey, er wordt weer GG gespend. What the fuck? Ja. Er is weer een auto geholpen. Weer? Ik zag laatst die Pekani... Hey. Godverdamme. Ik wil ook wel even zo'n beumwagen hebben, hé. Ja, dat hoef ik ook te kopen, en die ga ik kopen. Als ik 20k heb, ga ik gelijk wachten tot 11 uur s'avonds en dan ga ik aan het rad spinnen. Jamie, ik raad je bij deze dat af. Ik raad me bij deze dat zelf aan, want iedereen die wint het om 11 uur. Ja... Maar toch. Ja. En dan ben je 1 miljoen kwijt aan de mensen. Oh jongens, ik moet even tank zo. Maar heeft iemand een jerrycan nu bij zich? Ja. Ik ook trouwens. Jij ook. Ja, zou ik even tanken dan? Zijn we de boord even hier aan de zijkant? Ja? Wacht, laat mij dat dan doen, want... Oh ja, is goed. Dan heb jij er nog... Kun je op stream laten zien? Ja, is goed. Speciale intervention. Ja, 1 seconde jongens. Oh, mijn binnenste toest. Kun je even uitstappen? Oh kut, ik moet uitstappen. Nee, dat mag niet. Hoe? Hij doet het niet. Ja, is goed. Ik stap even uit. Dat mogen we niet doen. Wacht, ik kan het gewoon op mijn tweede PC doen. Wacht, kijk aan me, jongen. Brio. En dan doen we gewoon dit aan. Bam. Kijk eens. Dat is deze, man. Salami. Deze heb ik zelf ook gehad. Ik heb hem alleen aan Anker verkocht.
Nee. Maar dit is gewoon echt... Dit is gewoon voor een webcam is dit de beste webcam die je hebt. Als webcam. Waarom niet? Tuurlijk kun je ook je camera als webcam doen, dat heb ik nu. Maar dit is echt voor een webcam. Alleen, het ding is wat ik gewoon matig vind aan webcams, is gewoon de belichting, man. Ik bedoel, je hebt zo'n, ik weet niet, zo'n overbelichte kop en zo. En die ik nu heb, deze camera is gewoon powerbezien, man. Zou ik eens voor de grap zo meteen mijn wide lens erop gooien, jongens? Als ik de stad uit ga, dat is nice. Salami. Oh, oh, oh. Ja, dat wordt een beetje lastig, Trosset. Ja. Ik ga het verram, als de Kamar daar staan, jongens, maaien. Nee joh, gewoon flink doormappen tot hij dood is. Doormappen? Gewoon hem dood te rappen. Gewoon even een blok beton aan zijn poot binnen. Weet je wat we zijn? We maken jouw kont helemaal kapot. Maak je kont kapot. Heid. Hey mannen, ik ga de stad uit, man. Zo wacht. Oh, voordat je gaat, moet je wel knuffel geven. Ja, dat is goed. Ik draai even om. Okay. Oh, ik draai even om. Dat klinkt inderdaad heel verdacht. Waarom doen we niks? Nee, je schraalt echt naar je. Hij doet het niet, man. Oh, wacht, kijk, nu is het wel als het goed is. Wacht. Hey, ik weet niet, man. Kijk, als Duik het doet. Ja, hij doet het nog. Ja, nu doet het wel. Kijk eens, helemaal top. En Duncan, broer, je code wordt gestekt, maat. Aight. Hey, boys. Dylan, wat is je geluksnummer? Nee, ga niet zeggen. Je houdt je geld lekker maar. Ja, wat je zegt net dat je gaat sparen voor 20 karat. Dan ga je mij toch geen geld geven nu? Ik heb geld zat. Ja. Oh, klinkt wel heel erg. Zijn nummer is 7379. Nee, dat is hem niet. Verdomme, mijn nagels het kut, jongens. Kijk, ik heb niet al dikke hoofdpijn. Alsjeblieft. Ja, Jeeve. Niet meer doen jij. Hé, hey, hou je grote wafel. Hier, jij vriend. Redden! Hey, hey boys, ik ga er vandoor, man. Ik spreek jullie. Ah, rustig. Ja, rustig. Shark. Ja? Ik ga even douchen, dan kom ik straks bij jou. Ik heb je wel. Hey, Dylan. Lekker vreden, jongens. Doe Shark de groeten. Dat zou ik doen, man. Hey, jongen. Je gaat om 12 uur dicht. Ja, daarom. Ik ga een beetje sneller jij leven, je weet toch? Kickdown. Ik heb een Golf GTI'tje gestolen, dus dan gaan we daar even snel in rijden. Kickdown, stop hem in. Hi, Dio! Waar staat? Oh ja, dat kan niet. Oh nee, hier moet ik gewoon in doen. Quit! Ja toch. Ah jongens, check één keer dit hè jongens. Kijk, wacht. Zou ik even mijn wide lens? Dat is puur omdat het een camera is, kan je er een andere lens op doen. Oké, wacht, geen mensen komen. Wacht. Oh, dit is zo grappig om te zien jongen, die lens. Hi, laat me heel even, ik moet heel even mijn webcam even uitdoen. Webcam, denk ik dat het serieus is. Doe camera. Ik zet hem nu erop. Kijk dit, broer. Dit is die wide lens. Dit space hem zo hard. Kijk hoe wijd. Je ziet gewoon mijn monitor aan de beide kanten gewoon. Dat is toch ziek, man? Kijk hoe wide. En ik kan ook nog inzoomen. Best wel ver eigenlijk. Dat is fucking ziek, man, deze lens. Alleen in de facecam is hij een beetje klein, zie je? Dan zie je mij heel ver. Ja, dat is fuck. Dit is het meest ingezoomde. En dan zoom je helemaal uit. Bang. Fuck je lijp, broer. Holy shit. Ah ja, Duncan, ik wil je best wel mijn camera geven. Het ding is alleen... Mijn camera zelf? Hé, hey, Nick! Nee, maar de donemaat. Waarom staat dat niet in het midden? Balenciaga is op dubbele G. Zo, even wat meer in het midden. Het ding is alleen de body. Dus dit is los van dat vierkante stukje waar je hem opklikt. Die... Body kost alleen al 2 ruggen. En die lens die er nu op zit, deze is wel goedkoper. Wat was dit? 400, deze. En die lens die er nu op zit, is ook gewoon €2000. Dus dan is een €150 webcam wel wat chillen, denk ik. Echt, bro, haal die 60 fps camera, man. Of webcam, die is gewoon fucking nice, man. Ja, alleen het ding is deze, kijk, het is zo ver weg. Ha, kijk dit, in die facecamboard. Ik weet niet, man. Dit is het meest ingezoomde wat hij kan. En dat is wel een beetje te klein, man. Het is wel clean, maar... Ja, zo hard, man. What the fuck. Maar ik douw deze lens er even weer op, want die is wat chiller. Dus ik doe heel even die camera weer uit. Hop. Zo, jong. Museum kijken dan. Gaat verdammen. Maar weet je wat het is, Duncan? Kijk. Het klinkt allemaal zo perfect en zo, oh, hij heeft een camera van 4 kop in totaal. Maar geloof mij, ik heb echt, ja, wat is het?
jaren YouTube gedaan om dit te halen, man. Jaren, maar echt. Broer, ik begon met een fucked up webcam, broer. Of met een iPhone 4 nam ik altijd mijn beeld op, man. Van mijn televisie, daar begon ik mee. Dus, oh, dit nummer, echt. Is dit een leuk nummer voor een dono, of niet? Wacht, even zien, hoor. En dan dit stukje, nu, zeg maar, vanaf nu. Van zo'n fok met ekke boos. Ik kan prikken als ik wil. AstraZeneca. Ik ben met Monica. Anders van met Latifa, Jessica. Ik zit even te twijfelen. Ik hou het wel even in de gaten. Nick, ben het rust. Zegt met vies trouwens. Nick, shout-out voor die vies. Ik ben heel erg ingezond trouwens. Godverdomme. Zo, dat is beter. Yo, Dylan, kijk altijd je streams. Ik wil zelf. Is dat wel, maar ik denk wil. Wil zelf ook graag TDA spelen. Maar iedere keer is de lobby vol. Wat moet ik doen? Nick, ik zou jou even laten zien. Wacht eens even. Ik ga heel even lekker mijn mooie, hoe heet zo'n dingetje? Discord openen. God, ik wist gewoon niet eens hoe het heet, man. What the fuck? Wat heb ik je verteld? Ik wil gewoon sparen en dan alles opsparen voor zoiets. Ja, klopt, Duncan, man. Maar ja, broer, ik weet wat is, man. 150 euro voor een webcam en dan heb je echt goede. Elke stream heb je het, hè, nodig. Naar mijn mening wel hard, man. Maar dat is puur aan jezelf, natuurlijk. TDR opleid, top. Allee, let's go. Je hebt een Discord-server, Nick... van TDA. Die moet je eigenlijk volgens mij ook joinen om in de server überhaupt te kunnen. Dan heb je hier dus links, moet je even checken, doneren staan. En dan ga je hier naar deze link, donerentdapolis.nl. Doet dit? Ja, toch? Maar Dylan kan je helpen met instellen. Broer Duncan, het is een webcam, hè, maat. Weet je wat je doet? Je hebt hier de webcam, draad, dit, in de PC, doet hij het. That's it. Waarom de fuck moet ik mijn Discord joinen? Nou, dat is kut. Oh ja, oké. Okay. Oké, okay, ja, dat laat ik dan allemaal niet zien. Want misschien krijgen we dingen. Je moet gewoon naar deze link gaan. Hier kan je een rank kopen. Het kost echt geld. Dat is kut. Maar Nick, je hebt ook hier gedoneerd 3 euro. Dus ik weet niet hoe... Ja, ik moet het zelf weten natuurlijk. Maar je hebt hier dus de ranks. Je hebt Ultra. Die is 37 euro of... Bij Manus... Was dit? Oh, oké. Okay. Die is rond de 38 euro. Dan heb je Ultra. Dan kom je super snel in de server. Die heb ik ook. Maar dan... Ja, ik heb een YouTube-rank gekregen. Die is gelijk aan dit, volgens mij, dacht ik. Ik zelf, toen ik geen YouTube-rank had... had ik altijd de normale server-supporter. Van 28 of 24. Ik had deze altijd moeten kopen. Dus wil je direct of redelijk snel in de server komen... raad ik je deze aan, man. Hey Lenny, wat's up, maatje? Dus vandaar, man. Balenciaga's of dubbele G. Waarom de fuck staat mijn subkamer zo scheef? Wat is dit nou? Zo, top. Hey, Lenny met de 3 donatie met vies. Zeg, hey bro, kom een keertje even in voordate. Voeg me. Ik zeg zo mijn naam in de chat. Lenny, ik vind je hartstikke aardig. Ik wil super bedanken voor fucking 3 euro. Alleen, ik kan ten eerste niks meer van Fortnite. Ten tweede, doe ik ook geen Fortnite bijna meer, man. Dus, I don't know, man. Ik ga geen Fortnite meer doen, bro. Ja, toch. Ah, misschien ooit. Je weet maar nooit. Maar, ik ga er vandoor, man. Ik ga lekker douchen. Ik heb gesport. Oh, sportschool is wel nice, jongen. Gaat voor het allemaal wat nice. En ik wil jullie gewoon allemaal weer bedanken voor de love, man. De stream was goed. Was een goede stream. Ik weet niet, ik heb gewoon genoten. Was een goede vibe. Nieuwe monitortjes ook, waar ik nu naar kijk. Ik weet niet, man. Soms heb je een besef, een momentje denk je van... Godverdomme, wat ik elke dag weer kan doen is wel weer chill. Dus sowieso shout naar iedereen voor de support, man. We hebben gewoon 2000 kijkers fucking gehaald. Insane. Denk voor alle love, jongens. Ik ga de stream wel afsluiten bij deze. Bedankt voor het kijken. Tot overmorgen bij een gloednieuwe stream. En er komen meer video's aan. Sowieso, bro. Hou je sikje weg. Wie weet, Kian. Wie weet. Kiani, sorry, bro.